Welkom bij deze mooie bijeenkomst vandaag vanuit het Linnaean Initiatief. We gaan vandaag met jullie bespreken de resultaten van de werkgroep aandoeningsgericht organiseren onder de titel Teams als hoeksteen van waardegedreven zorg. Mijn naam is Maarten Koolmans, ik ben van Reframing Healthcare en ik doe al 15 jaar perspectief brengen aan verandering in de zorg. Vandaag gaan we het dus hebben over aandoeningsgericht organiseren. Het uitgangspunt hiervan is natuurlijk niet alleen value-based healthcare of waardegedreven zorg, maar met name ook de IPU, de geïntegreerde practice unit, zoals Michael Porter dat zo mooi heeft kunnen zeggen. Daar gaan we verschillende perspectieven van bespreken vandaag in de verschillende volgorde. Ik ga mijn tafelgenoten zo meteen aan jullie voorstellen. En we gaan het in de volgorde hebben over welke organisatievormen hebben we nou eigenlijk. Archetypes waar je uit kan kiezen of die misschien voor jou van toepassing zijn. Daarnaast hebben we gekeken naar hoe teams eigenlijk functioneren als die hoeksteen in waardegedreven zorg. Daar gaat Michel daar ons mee naartoe nemen. Tussendoor gaan we jullie natuurlijk vragen ook om jullie mening. En Matthijs zal jullie aan de hand van een Mentimeter die hij gaat uitleggen hoe het precies werkt, daarin meenemen natuurlijk. Maar goed, voordat we gaan beginnen, want het is best een interactief verhaal wat we gaan doen vandaag. We zullen ook dingen presenteren, we zullen een stukje discussie voeren met elkaar en ook met jullie natuurlijk. Voordat we beginnen, misschien even aardig om ook mijn tafelgenoten zichzelf te laten voorstellen. Dames eerst. Dank je. Michel. Dank je, Maarten. Ik ben Michel van der Kemp, consultant in Nederland en in Europa al een jaar of 10. Op het gebied van waardegedreven zorg en klinisch leiderschap. En met veel plezier aan dit traject gewerkt. Met onder andere deze drie heren, maar ook de hele grote werkgroep waardegedreven zorg en IPU's van Linnaean. Dus die willen we ook nog even bedanken. Zal ik hem oppakken? Mijn naam is Matthijs van Linden. Ik ben projectleider van het Linnaean Initiatief. En ik heb deze hele leuke werkgroep mogen ondersteunen. En ik ben Paul van der Nat. Ik werk als programmamanager bij het Sint-Antonie Ziekenhuis en als onderzoeker bij het Radboud UMC. En hou me de hele dag al jarenlang bezig met waardegedreven zorg. Nou, mooi Paul. Ik kom zo eigenlijk vrij snel weer bij jou terug. Maar de vraag is eigenlijk, als we over dit onderwerp nadenken, is dat we horen natuurlijk veel over waardegedreven zorg. We horen veel van waardegedreven zorg, met name ook in de context van resultaten, uitkomsten. Ja, de overheid in als een soorten en mate heeft het daar ook vaak over dat we daar met z'n allen mee bezig moeten zijn. Maar de vraag eigenlijk aan jou, Paul, is dat dan eigenlijk alles wat waardegedreven zorg is? Ja, nee, dat vind ik natuurlijk superleuk om daar iets over te vertellen. Ik denk dat wat Porter gedaan heeft met de introductie van waardegedreven zorg is dat hij gezegd heeft van ja, je moet eigenlijk beginnen met het meten van uitkomsten. Dus continu het herhalen van dat mantra eigenlijk van meet uitkomsten en de rest volgt dan wel vanzelf. En ik denk dat we in Nederland inmiddels iets verder zijn. We zijn heel goed bezig met het meten van uitkomsten. Het staat op meerdere plekken hoog in het vaandel. We zijn er landelijk mee bezig in de verschillende ziekenhuizen. Maar hoe dan verder? En dan kom je al snel op het vraagstuk van hoe moet je je dan organiseren. En dat is best wel een belangrijk vraagstuk. Dat kun je ook zien op deze slide. Als je gaat kijken naar uitkomsten, dan kom je al heel snel op een multidisciplinaire aanpak. Uitkomsten verbeteren vergt samenwerking tussen verschillende disciplines. Maar er is eigenlijk een groot probleem in de zorg, namelijk dat wij ons niet multidisciplinair hebben georganiseerd. Dus wat je ziet is dat, typisch als je een ziekenhuis binnenloopt, dan zie je een hele hoop bordjes, een heleboel gangnummers, afdelingen. Dat gaat dus over specialismen, over afdelingen. Wat we namelijk gedaan hebben, ik denk in Nederland, maar ook internationaal, is dat we zijn steeds beter geworden in het leveren van zorg. We zijn steeds verder gaan specialiseren. En we hebben elke keer gezegd van we
We plaatsen de mensen die heel goed ergens in zijn, die plaatsen we bij elkaar. Die inspireren elkaar, die leren van elkaar. En dat heeft ons onwijs veel gebracht. De zorg staat natuurlijk op een heel hoog niveau. Tegelijkertijd heeft het een groot probleem geïntroduceerd. Namelijk, de kwaliteit van zorg wordt ook bepaald door hoe die verschillende afdelingen, die verschillende functies met elkaar communiceren. Het gaat over inhoud, maar ook elkaar kennen. En weten hoe de patiënt, die niet één functie zoekt of één afdeling zoekt, hoe de patiënt door al die afdelingen heen loopt. En dat kan je mooi zien op dit volgende plaatje. Dus dit is een schematische weergave van hoe ik met mijn beperkte blik een ziekenhuis zie. Los van dat ik er in het echt rondloop. Dat is namelijk dat je daar verticaal eigenlijk ziet van wat zijn nou de functies, afdelingen, specialismen van het ziekenhuis. Als je hier een organogram ziet van een ziekenhuis, dan is dat langs die lijnen opgebouwd. Je hebt een raad van bestuur, stafbestuur en vervolgens alle afdelingen, maatschappen, vakgroepen, et cetera. Die patiënt die gaat daar dwars doorheen. Wij hebben het niet zo georganiseerd. En ik denk dat Michael Porter, die ik denk ik in dit gezelschap en ook bij de toehoorders niet hoef te introduceren, is een hele slimme meneer. En die heeft gezegd van ja, je moet het echt helemaal anders doen. Je moet je in de zorg gaan organiseren rondom de patiënt. Hij noemt dat Integrated Practice Units. En wat dat in de kern inhoudt, is dat hij zegt van ja, je moet echt je in het geval van een ziekenhuis, maar dat kan ook over andere zorginstellingen gaan. Je moet gaan kijken van welke patiënten bedien je of voor welke patiënten lever je zorg. En daaromheen ga je je hele organisatie opbouwen. Dus de zorgprofessionals, de ondersteuning, die breng je bij elkaar rondom die patiëntengroep. En die geeft je ook echt de verantwoordelijkheid voor kwaliteit, kosten, logistiek. Echt ook de financiële verantwoordelijkheid, profit and loss. En zijn er ook aanspreekbaar op wat er gerealiseerd wordt. En dat is een heel mooi principe. Maar ik zeg het wel gekscherend, meneer Porter heeft hele goede ideeën, concepten, maar van implementatie heeft hij toch niet echt kaas gegeten. Dat is ook niet helemaal eerlijk natuurlijk, want het is, wat hij bedacht heeft is al uit 2006. Dus we zijn inmiddels wel een stukje verder. Maar wat wij zien, en zeker ook in Nederland, is dat er eigenlijk een veel breder spectrum ontstaat van manieren waarop je de zorg kan organiseren dan alleen zo'n IPU. We zien heel veel verschillende mogelijkheden. Nou, daar, met die realisatie zijn we eigenlijk in onze werkgroep aan de slag gegaan. En hebben gezegd van ja, we kunnen ook echt wel een aantal vormen gaan definiëren. Nou, dat hebben we gedaan. Tada! Op de volgende slide zien jullie dat. Ik denk dat dat wel wat tijd nodig heeft om dat te je eigen te maken wat er dan staat. Maar wat je daar in de basis ziet zijn 4x2 organisatievormen. Dus eigenlijk de rijen zijn 4 echt verschillende vormen van een projectteam, matrixorganisatie, IPU naar ZBC. Ik zal jullie daar iets verder doorheen praten. Wat je ziet is dat als organisaties aan de slag gaan met waardegedreven zorg, dat ze eigenlijk beginnen met een team formeren, gewoon een projectteam. Ze zoeken de mensen bij elkaar die bijvoorbeeld voor de zorg voor borstkankerpatiënten gezamenlijk expertise hebben, betrokken zijn bij die zorg. En vervolgens gaat men kijken naar uitkomsten, kosten en dat proberen te verbeteren. Maar veelal projectmatig. Maar als je dan vervolgens meer naar rechts gaat, dan zie je dat er ook andere organisatievormen zijn. Dus je kan het ook formeler gaan inbedden. Je kan gaan zeggen van oké, het is niet meer alleen een nice to have extra projectteam wat hiermee bezig is, maar het is echt hoe wij ons als ziekenhuis organiseren. En dan kan dat binnen de huidige context van een organisatie plaatsvinden. Dus dat je eigenlijk zegt van ja, die verticale lijnen zoals ik dat in de eerste dia ook liet zien, die hou je in stand. Maar je gaat wel formelere verantwoordelijkheden ook beleggen rondom die patiëntengroepen. Dat is wat we de matrixorganisatie hebben genoemd, dus de aandoeningsgerichte matrixorganisatie. Nou, een volgende stap is dat je kan zeggen van ja, we gaan echt de organisatiestructuur helemaal kantelen. Dus dat je wel echt die formele verantwoordelijkheid rondom aandoeningen gaat benoemen.
Maar je hebt nog steeds wel, zoals het hier getekend is, ik kan het breder bekijken dan alleen voor ziekenhuis, maar in het geval van een ziekenhuis, je hebt nog steeds wel een ziekenhuis. Je hebt één organisatie met een raad van bestuur en daarbinnen kan je dan een aantal IPU's gaan vormen. Maar je kan het ook nog verder doorvoeren en dan zeg je van ja, we trekken echt een bepaalde aandoening en de zorg voor een bepaalde aandoening echt uit het ziekenhuis. Dan kan je nog steeds misschien fysiek op die locatie blijven, maar het is gewoon echt een onafhankelijke organisatie geworden eigenlijk. Nou, dat is wat je van links naar rechts ziet en van boven naar beneden zie je dat je ook nog kan kijken van ja, heb je daar dan je hele keten bij betrokken? Dus aan de bovenkant zie je eigenlijk van ja, dat organiseer je binnen je eigen. Je probeert het zo goed mogelijk binnen je eigen zorginstelling in te regelen. En als je naar beneden gaat, dan betrek je ook echte ketenpartners erbij. Dus de hele value chain, om maar even in Porter-termen te spreken. Nou, dus dat is waarvan wij gezegd hebben, ja, wij zien deze verschillende vormen. En het is wel goed om te realiseren dat die verschillende vormen er zijn op het moment dat je aan de slag gaat met implementatie van waardegedreven zorg. Paul, mag ik eens een vraag stellen? Als je nou kijkt naar dat projectteam, zou je dat eigenlijk een beetje een MDO die ook uitkomsten gaat meten? Is dat een beetje de analogie wat jou betreft? We hebben het heel erg gehad over die verzelde specialismen, zeker in de ziekenhuiszorg, maar in Nederland in alle lijnen. Daar kan het wel beginnen. Een beetje het smaakje wat je er dan bij. Ik kan me voorstellen dat iedereen thuis denkt, waar zou ik nou nu zitten bijvoorbeeld? Daar kan het wel beginnen. Ja. Dan is de vraag inderdaad van welke specialismen zijn er dan bij vertegenwoordigd. Vaak Precies. Is een MDO toch nog wat beperkter, ook qua ondersteunende specialismen of betrokkenheid ook van verpleging. Of, nou, dat hangt een beetje vanaf hoe dat lokaal is ingeregeld. Maar dat kan heel goed dat daarop aanhaakt, ja. Oké. En dan vanaf het moment dat je naar de matrix gaat, gaan we ook echt zeggen, dit is georganiseerd en het heeft een naam, als het ware. Het is een soort eerste groep die nog wel echt lid is van zijn specialisme, maar om met elkaar zeggen, we zijn samen verantwoordelijk op korte en lange termijn. Ja, ik denk dat wat velen van ook, denk de mensen die kijken, die ook met dit onderwerp bezig zijn, wel zullen herkennen, is dat als je aan de slag gaat met waardegedreven zorg, dat vaak toch ook projectteams zijn die echt wel op het enthousiasme van de betrokkenen, maar wel in de avonduurtjes hiermee bezig is. En dat vroeg of laat toch ook de vraag naar boven komt van ja, is dit een blijvend model of willen we dit verder onderdeel van ons standaard werk maken? Precies. Waarom, Paul? Kijk, want het is mooi dat je geeft 8 voorbeelden van hoe je het zou kunnen organiseren. En we begrijpen dat organisatie is belangrijk, hè, want dan is het duidelijk wie wat doet en waar we naartoe gaan met elkaar. Heb je niet het idee dat we, want misschien is het ook aardig om wat voorbeelden te noemen, maar ik heb vaak het idee dat heel veel mensen in de zorg enorm betrokken zijn met wat ze doen, maar eigenlijk heel veel van deze dingen intuïtief al goed doen, zeg maar. Hoe zou je dat kunnen schalen met een aantal voorbeelden die je hebt, of kunnen een aantal voorbeelden kunnen noemen, hoe je en kan herkennen wat je aan het doen bent, maar dat ook, zeg maar, als je dat dan in zo'n structuur zou gieten, hoe je daar dan voordeel uit zou kunnen halen? Ja, zeker. Ja, ik kan daar een aantal voorbeelden van noemen. Wat ik denk dat goed is om te realiseren, is dat wat ik vaak gezien heb, ook bij andere organisaties, is dat de implementatie van waardegedreven zorg heel sterk begint bij de zorgprofessionals. Ja. Gefaciliteerd door mensen zoals wij ook. Maar dat de zorgprofessionals ermee aan de slag gaan. Dat vergeten wordt op een gegeven moment om ook daar vanuit een wat meer bedrijfskundige blik naar te kijken. En meer vanuit ook het management te kijken van ja, maar hoe willen we dit nou echt vorm gaan geven? En dan komen dit soort vragen naar boven. Dus, ten aanzien van voorbeelden, ik kan er een aantal noemen. Ik kan natuurlijk niet laten om dan ook een beetje dicht bij huis te kijken. Dus zoals wij vanuit het Antonius en dan natuurlijk in samenwerking binnen Santion aan de slag zijn, is vooral helemaal die linkerkant. Dus dat hele Samen Beter programma, het zijn projectteams. Maar vervolgens zijn er best wel wat organisaties in Nederland die nu zeggen van ja, wij zijn aan het kantelen. Die term is overigens, ja, het is heel vaag wat men daar dan onder verstaat, want dan moet je echt doorvragen om erachter te komen. Maar dat gaat vaak wel over het formaliseren van werkwijze en het opschuiven naar zo'n soort matrixorganisatie. Nou, dat is iets waar we vanuit het Antonius bij een aantal aandoeningen echt mee aan de slag zijn gegaan. Dus voor 4 aandoeningen organiseren we echt onze zorg vanuit een matrix. Wij noemen dat zorgketens.
De volgende, die van die IPU's. Ik denk dat wat de meeste mensen snel zullen noemen is Karolinska ziekenhuis. Die hebben ook echt wel, laat zeggen, heel hard geroepen, ook internationaal, van wij gaan volledig kantelen. Ook onder leiding van Melvin Samson en Andreas Ringman en anderen, die daar ook internationaal veel over verteld hebben. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat volgens mij zij wel dit voor ogen hadden, maar dat het ook wel verstandig is om weer even opnieuw te kijken van waar zijn ze nou uitgekomen. Want ik denk dat ze eerlijk gezegd wat meer ook weer naar die drie zijn geschoven dan dat ze daadwerkelijk helemaal in die vijf zitten. Denk je niet, Paul? Want ik vind het interessant, hè? Karolinska natuurlijk een veel genoemd voorbeeld. Ja, maar als we dichter bij huis zouden zoeken, Ik denk twee dingen die uit ervaring ook belangrijk zijn. Ik denk eerst is je mindset. En hoe zit je daarin? Ja. Zit je erin dat je eigenlijk onafhankelijk wil zijn? Dat je misschien ook zelf verantwoordelijkheid wil hebben voor de financiële uitkomst van wat je doet? Zodat je als je besparingen realiseert, dat je die dan ook zelf mag herbesteden in je eigen omgeving. Ja. We zien natuurlijk wel, ik denk dat meeste mensen misschien wel herkennen dat het er een beetje op lijkt. Als we kijken naar bijvoorbeeld Renier de Graaf ziekenhuis in Delft. Die zijn ook best wel gekanteld. En dan krijg je mooie namen als vrouw- en kindcentrum en dat soort zaken. Wat eigenlijk al intuïtief aangeeft, die verbondenheid. Ja. Maar is dat dan genoeg? Of heb je dan nog net iets meer nodig om daar te komen? Het belangrijkste wat ik daarbij zou willen zeggen, en ik weet niet of je daar naartoe wilde met je vraag, maar dat is dat wat wij gezien hebben, is dat er is niet een beste model. Dus wij zien dat deze verschillende, of tenminste, het is te vroeg om dat te zeggen. Ja. Je ziet de transitie. En wat ik eigenlijk, hè, want we hebben natuurlijk met elkaar in deze werkgroep, de totale groep, heel erg uitgebreid gediscussieerd over. Het begint vaak, en vooral de first movers, hè, die beginnen vanuit het hart en hun passie en gedrevenheid. En die starten een projectteam in een bredere organisatie waar zoiets dat aanhoedsgericht organiseren helemaal nog niet voor elkaar krijgen. En je ziet nu dat dat een beetje aan het volgen is. Hortend en stotend, in alle eerlijkheid. Hè? Want er zit best wel wat spanning op de lijn. Al was het maar om hoe ga je überhaupt, als je het wil noemen, kantelen. Hoe ga je de financiële stromen en de verantwoordelijkheidsstromen, hoe ga je dat loslaten? Of zijn specialismen eigenlijk nog steeds de hoeksteen van de samenleving? Hele ingewikkelde, meer bedrijfsmatige elementen die nu een beetje door elkaar heen beginnen te lopen. Maar ik denk dat de volgers, hè, dus niet de first movers die misschien 10 jaar geleden zijn gestart, en die hebben denk ik heel veel fantastisch werk gedaan op projectteamniveau. Op een gegeven moment ook wel geprobeerd naar die matrix te gaan. Vallen opstaan, mooie voorbeelden en ook wat minder mooie voorbeelden. Maar de echte IPU-variant in Nederland zie ik nog niet veel. Wel in de visie, hè, dus zo'n moeder-kind of een oncologisch centrum of wat dan ook. Is dat een IPU? Ik denk eerlijk gezegd dat een IPU echt op medische conditie en niet op het cluster is waar we allemaal dan een beetje lid van zijn. Ja, het is wel grappig dat je het aanhaalt, hè? Want als je kijkt naar eigen andere industrieën bijvoorbeeld. Ja. Hè, als ik zou roepen matrixorganisatie, hè, dan loopt de helft van de mensen gillend weg. Ja. Want matrixorganisatie heeft op zich... Dat veel kijkers vanavond ook nu uitloggen. Ik hoop het niet. Blijf nog even zitten. Het wordt toch leuk. Nee. Maar het idee van een matrixorganisatie is eigenlijk dat je verschillende kapiteins op het schip hebt. Ja, wie is nou je baas? Het hoofd van de afdeling, van een specialisme of je vakgroep? Of samen met elkaar het borstkankercentrum? Maar het aardige natuurlijk van wat Michael Porter natuurlijk ook geroepen heeft, hè, in de kern van de waardegedreven zorg, is dat je moet waarde gaan creëren, maar je krijgt een soort waardecyclus die zichzelf versterkt als je volume creëert. En hoe meer je doet, hoe beter het wordt. Mm. Maar ook hoe meer activiteit je naar je toe kan trekken. Ja. Dus in een matrixorganisatie waarbij je dusdanig veel patiënten ziet, kan je eigenlijk gewoon je langzaam toegroeien naar je eigen unit. Dus je hoeft dan niet meer je MRI te delen met de rest van het ziekenhuis. Die kun je voor jezelf aanschaffen. Ja. En dan groei je langzaam toe naar die geïntegreerdheid, omdat je alles naar binnen haalt. En daar zelf over dat vraagt dus om ondernemerschap, hè? Binnen dit vakgebied. Dat vraagt om dat smaakje en niet iedereen heeft daar zin in. Belangrijk. Ik denk dat een hele belangrijke is, maar daar komen we later ook op terug. Wat ik nog wil toevoegen is dat wat ik zie gebeuren in ieder geval in het Antonius en in de Santion, maar ook al bij andere organisaties, de verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg en het verbeteren veel met deze beweging veel lager in de organisatie komt te liggen. Mm-hmm. Toen wij startten met die zorgketens in het Antonius, toen kwam echt de reactie van de betrokken verpleegkundige leiders en de medisch leiders van
Ja, eindelijk. Wij willen dit. Dit helpt ons. Wij hebben de ideeën hoe we de zorg beter kunnen organiseren, waar de innovatie zit. Dus super gaaf dat wij die verantwoordelijkheid nu ook krijgen. En dat is, weet je, het is ook een vraag van verandermanagement. Ja. Met welke snelheid en welke volgorde wil je de ontwikkeling... En volgens mij heel belangrijk om met elkaar te concluderen dat er geen goed of slecht is. Hè? Dat als het maar een wel overwogen situatie is en organisatievorm die je hebt. Ja, en discussie die ik in de chat voorbij zie komen, heel leuk, is... je hebt ook het bestuur daarin in nodig. Hè? Want je kan wel van alles willen, maar ja, hoe zit dat met de governance, Paul? De governance van een... multidisciplinair projectteam steeds meer richting die IPU en misschien wel de ZBC? Ik denk dat je vooral een bestuur nodig hebt, zowel raad van bestuur als stafbestuur, als we het dan even over ziekenhuiscontext hebben, die deze transitie 100% steunt. En ik denk dat dat het luxe is geweest binnen Santillon, binnen Antonius, dat er altijd is geweest. Ik vertelde voor de uitzending een voorbeeld, misschien wel mooi is om hier aan te halen, dat we gaan starten met een aantal nieuwe zorgketens in het Antonius. Ja, dan moeten ook verpleegkundige leiders worden aangesteld. De raad van bestuur gaat die sollicitatiegesprekken voeren. Ja, dat geeft al even aan hoe belangrijk dat wordt gevonden. Prachtig. Met excuses voor het promopraatje Antonius. Nee, daar moet je nu over op. Ja. Maar het is wel zo dat op het moment dat je nog in een projectteam zit, dan kan je nog zeggen, en zeker ook met de keten, kan je nog prima zonder bestuurlijke en organisatieverandering bij Matrix begint het al te wringen eigenlijk, zeker op het moment dat je de keten daarbij ook aan wil zetten. Want dan komt er toch onherroepelijke verschuiving van zorgen, misschien zelfs wel kosten, vergoedingen. Ja. Rondom. Zijn er meer vragen uit de chat? Want het is ook wel eens leuk om aan de... Vooral een leuke discussie zie ik en ga vooral door, lezend mee en we brengen het hierin. Maar goed, we hadden het net even over die IPU. Ja. En die IPU, hoe we het volgens mij eerder in de werkgroep ook bespraken, heeft de IPU dus eigen governance, eigen structuren, eigen financiën. Paul, als je kijkt naar dat multidisciplinair projectteam en ook weer in toenemende mate van 1 naar 8. Hoe is dat geregeld bij projectteam, bij matrixorganisatie, et cetera? Ja, wat je daar ziet is dat... Het is geen heel duidelijk afgekaderde stappen. Wij proberen hier een soort archetypes te definiëren. Maar als je vervolgens naar de praktijk gaat kijken en gaat kijken van wie voldoet nou waar, en zie je dat iedereen langzaamaan stapjes aan het zetten is, aan het uitproberen is. Dus kijken van wat voor financiële verantwoordelijkheid zou je willen hebben, kan je hebben, welke kosteninformatie heb je daar dan bij nodig. En dat schuift langzaam naar die vorm 7 of 8... dat je daar meer verantwoordelijkheid krijgt. Maar ook moet willen hebben. Hè? Je kan je, wat dat betreft, als je geen verantwoordelijkheid voor de financiën wil hebben... Dat is ook een antwoord. Hebben, ja. Dus het kan ook een keuze zijn. Zeker. Ja, nou ja, dan kom je heel snel. En ik denk dat het ook wel een onderwerp van gesprek is van andere werkgroepen van het Linien. Maar op de vraag van ja, als je dan verantwoordelijkheid krijgt voor financiën, betekent dat dan ook dat de contractering daarop aansluit. En dat de positieve prikkels, ook de dingen die je weet te realiseren, dat je dat kan herinvesteren in doorontwikkeling. Nou, dat is nog best wel een heikel punt. Maar de vraag daarbij is, hè, want dan het gevaar is dat je dan gaat richten op de beer op de weg. En dat je daardoor laat afschrikken. Terwijl ik denk dat, mooi voorbeeld, hè, want je noemt zelf net, hè, dat de ZBC's in keten, hè, dus archetypes 7 en 8. Maar een voorbeeld, hè? Je kan dat ook als stip op je horizon definiëren. Want en daarmee kun je ook met je bestuur overleggen of je daar ruimte voor kan krijgen. Want wat we zien vaak, hè, want we hebben in de werkgroep natuurlijk ook veel gehoord, is dat, hè, bij zo'n reuma-centrum in Zuidwest-Nederland of bij Equipe of bij Bergman op een aantal gebieden, merk je dat die keten wordt eigenlijk naar binnen gehaald. We spreken natuurlijk dat we moeten ontschotten. We moeten over de grenzen van onze eigen zorginstelling heen gaan kijken. En die grenzen vervagen. En daarmee creëren we juist ook die waarde. Juist bij die ZBC zie je dat allemaal naar binnen wordt getrokken. Ja. Zodat je daar eigenlijk van begin tot einde controle hebt met elkaar. Dus verantwoordelijkheid kan afleggen, maar ook aanspreekbaar bent op resultaten. Van begin tot einde voor die patiënt. Dat je hem helemaal kan begeleiden. En eigenlijk kan variëren op een thema op het moment dat dat nodig is. De kern blijft volgens mij wel, waar je ook nu staat of naartoe wil, alles is goed als het maar bewuste keuze is. En het is helemaal niet zo dat dat alles naar een ZBC moet verschuiven. In die zin denk ik dat dat echt belangrijk is om aan te geven. Hè, dat we dus niet vinden dat iedereen die met waardegedreven zorg bezig is zich moet gaan afsplitsen. Zeker niet. Zeker niet.
Dus laat het duidelijk zijn, waar staan jullie nu? Het is ook misschien wel grappig om dat aan het publiek te gaan vragen. Ja, misschien moet dat even vragen. Mooi bruggetje. Kun je het even uitleggen hoe dat werkt, meter ding, zeg maar. Dat begint met de regie die dan deze slide eventjes aan de mensen thuis laat zien. Vond het wel mooi, want kijk, daar is die. Scan de QR-code met je telefoon of ga naar www.menti.com en vul dan die code in. Hij staat ook in de chat, zie ik, dus... dat moet goed komen. Ondertussen ga ik gewoon eventjes de vragen vast introduceren. Bruggetje was eigenlijk dat ergens hier aan tafel net werd gezegd dat we eigenlijk in Nederland nog niet echt een IPO-achtig iets zien. Hè? Dat werd ook bevestigd in de chat. Waar we eigenlijk benieuwd naar zijn is eigenlijk waar denken jullie nou eigenlijk? In welk archetype zouden jullie jezelf indelen? Nu. Nu inderdaad. Dat kwam er wel heel hard uit, hè? Nu. Nee. Vandaag. Vandaag de dag. Waar zouden jullie jezelf indelen? En als het goed is, dan zouden wij ook een beetje de resultaten misschien al zo langzamerhand kunnen zien. Oh, nee, er wordt nog gewoon dingen worden ingevuld. Nou, dat gaat hartstikke goed. Dan kunnen wij ondertussen eventjes verder praten. Op zich wel een interessante vraag is, hè, die we ook voorbij hebben zien komen in het verleden, is dat... Als we kijken, want we hadden het net over kosten, jaarplannen, budget en dergelijke. En stel nou, je werkt in een van die verschillende archetypes samen. Maakt eigenlijk niet uit in welke. En de ene deel van jouw team, jouw afdelingen, want je bent nog in afdelingen georganiseerd. Of in RWE's of hoe we het tegenwoordig ook allemaal noemen. De ene helft van jouw team die krijgt budgetruimte. En de andere helft van jouw team krijgt geen budgetruimte. Hoe gaan we dat oplossen? Hele goede vraag, maar we zien wat eerste resultaten binnenkomen die iedereen zegt. Het is wel mooi om te zien, eerlijk gezegd. Over die budgetruimte, dat zijn precies de problemen waar teams dus nu in die matrix enorm tegenaan lopen. Budget krijg je vaak voor je afdeling, niet voor het gezamenlijke team. Gaan we zo direct wat dieper op in, denk je? Ja, zeker. Hè? Ja, ondertussen, wat zien we? We zien eigenlijk een bevestiging van wat we net zeiden. Nul integrated practice. Ja, inderdaad. Heel veel gewoon nog multidisciplinaire projectteams. Ja. En tegelijkertijd... Helemaal rechts denk ik dat we diabetes of... We gaan zien wie er vanavond heeft ingelogd. Ja, maar wat betekent dit in termen van ambities? Is dit erg dat iedereen dus in een multidisciplinair projectteam is georganiseerd? Ik denk, Paul, misschien is het belangrijkste wat je net zei, dat je realiseert waar je bent. Ja, en ik denk dat het goed is om daar inderdaad het gesprek over aan te gaan. Dat is misschien een mooi bruggetje, want we hebben het natuurlijk ook in de werkgroep, zoals we dat graag zien binnen het Linien, daar een notitie van gemaakt. Daar. White paper van 2 pagina's. Dus die wordt met jullie gedeeld. Maar wat ik zou aanraden is vooral ook als deze discussies relevant zijn voor jullie, dit ook gewoon eens op tafel leggen bij bestuur of bij management van hey. Hoe kijken jullie hier tegenaan? En mijn voorspelling is dat men dan denkt van... daar moeten we inderdaad eens over nadenken. Want die gesprekken worden gewoon niet zo vaak gevoerd. Is mijn beeld. Maar dat zeg je maar... Hypothese. Dat is hypothese. Maar waarom niet dan? En wie moet dat gesprek dan opstarten? En hebben die daar dan voldoende, zeg maar, lef voor om dat neer te leggen? Ja. Nou, mijn hypothese dat het niet gebeurt is omdat we gebrek hadden aan taal hiervoor. Weet je, dat zie je continu rondom waardegedreven zorgverlening aan het implementeren. En dan hebben we het over, wat we het net zeiden, kantelen. Iedereen verstaat iets anders eronder. Nu hebben we met deze organisatievorm hebben we in ieder geval iets meer structuur erin aangegeven, zodat je een goede discussie met elkaar kan voeren. Maar moet je dan dat koppelen aan, hè, want we zien veel ziekenhuizen, zeker nu, hè, met COVID en de toenemende besmettingen. We gaan de reguliere zorg weer afschalen. Dus er komt steeds meer druk, meer druk op het systeem, zeg maar. Ja. Ja, dus dan is het natuurlijk fantastisch. En ik denk dat deze beweging is ook fantastisch. Kan dat je ook helpen, zeg maar, in een tijd dat het allemaal minder ruim is en minder makkelijk gaat? Want dan krijg je misschien ook minder ruimte voor dit soort initiatieven. Ja, dat is een super relevante discussie. Daar kunnen we denk ik wel uren over praten. Ik denk wel dat dat kan helpen. Zeker op het moment dat je de keten erbij betrekt. Ja. Ik denk dat op het moment dat je de gedachten van de juiste zorg op de juiste plaats en de keten meer samen het stuur meer proberen op te lossen, dat kan wellicht zelfs wat ruimte gaan geven in onze capaciteitscrunch. Dus eigenlijk zegt ze juist nu,
Ja, nou goed, het is de vraag... Elke crisis heeft een mooie uitkomst. Ja. Het is even de vraag, en dat zal voor iedereen verschillen, ook qua gevoel, hoe je in je eigen situatie op het moment zit, hoe je met je bestuur, hoe het lijntje is, et cetera. We moeten in ieder geval uit onbewust onbekwaam. Hè. We zijn in Nederland, wat jij zei, Paul, heel goed met uitkomsten bezig en daarover aan het praten. En misschien de hele organisatieverandering, cultuurverandering, die waardegedreven zorg echt is in de basis. We doen hier in ieder geval een handreiking vanuit onze werkgroep om het niet meer IPU's te noemen, maar AGO's. Ja, we hebben net gezien dat er geen IPU's zijn in Nederland. Dus, dus laten we vooral AGO's noemen en wees bewust waar je nu zit. AGO's, dan bedoel je met aandoeningsgerichte organisaties. Dank je, ja. En misschien is het ook wel leuk om dan te checken waar mensen naartoe willen. Want dat is natuurlijk de tweede vraag voor ieder team zelf. Zeker, dan moeten we even terug naar de Mentimeter. En dan is de tweede vraag, even kijken. Waar zou je over 5 jaar idealitair zijn? In welke aandoeningsgerichte organisatievorm? Dus terwijl jullie weer gaan stemmen, gaan wij weer... Lekker doorpraten. Want ik was wel benieuwd. Waardegedreven zorg. Zorg organiseren eigenlijk om de patiënt. Heeft de patiënt een rol in dit geheel? Dames en heren? In die kanteling? Nou, in ieder geval in ieder team. Dus dat is dan interessant. Op het moment dat je patiënten... als ik het mag antwoorden. Op het moment dat je patiënten altijd in je team erbij wil hebben, want dat roepen we allemaal en dat vinden we heel belangrijk. Een klein bruggetje naar een paar slides verder, blijkt dat nog heel weinig gebeurt. Maar goed, dat is wel een van de meest belangrijke doelstellingen natuurlijk, dat we ook echt de patiëntenstem niet op NS1 niveau, maar ook breder in onze organisatie en in de zorgstandaarden kunnen meenemen. Essentieel. En dan wordt het interessant als je de keten erbij gaat trekken. In hoeverre kun je het iets concreter maken? Want als je zegt de patiënt meenemen in je team, zit die dan bij NDO-vergaderingen over zichzelf mee te denken? Of hoe neem je de stem van de patiënt dan mee? Volgens mij hoort een patiënt niet zozeer in een MDO, maar wel in de MT's of de verbeterteams. Dus, en misschien moet dat ook wel wisselende patiënten zijn, maar ik heb best wel wat teams begeleid waarbij patiënten in echt het organiseren en een nieuwe zorgstandaard met elkaar maken en echt goed kijken, natuurlijk welke uitkomsten vinden we echt belangrijk, om dat er goed in te hebben. En als dat niet lukt in je organisatie, kun je spiegelen. Wel interessant gedacht dat we dat ook over die verschillende organisatievormen zou kunnen veranderen. Want je ziet dat in die projectteam setting, dat men al steeds meer probeert om de patiënt ook aan tafel te hebben. Ja. Maar je zou kunnen zeggen van ja, als je naar een matrixorganisatie van IPU gaat, dan wil je dat nog steeds, maar misschien wil je die rol wel formaliseren. En inderdaad van een patiëntvertegenwoordiger als onderdeel van een MT of iets dergelijks, dat meegroeit met die vormen. Ja. Maar ja, daar moeten we echt nog mee gaan experimenteren. Ik het is ook wel weer een hellend vlak, hè? Want je kunt ook zeggen als iemand op een gegeven moment op je loonlijst staat mentaal, dan is dat dan nog wel een patiëntvertegenwoordiger of is die... dus dat is interessant en daarom is ook soms wel goed om een beetje te wisselen en om vooral nog wel spiegelgesprekken te houden en natuurlijk al je uitkomsten aan de patiëntenkant mee te nemen. Maar ja, is, ik denk is dat... Het niet maar een eenvoudigere oplossing is misschien, want dat zien we natuurlijk ook. De manier waarop je aan ze vraagt wat ze vinden. Ja. Want één iemand in je team opnemen of dan al je patiënten vragen wat ze nou eigenlijk vinden. Of misschien soms ook wel aan hun familie vragen wat ze vinden. Ik neem aan dat jullie daar ook ervaring mee hebben. Ja, maar dat is misschien nog wel makkelijker en dat we dat dan ook die informatie proberen te ontsluiten om ervan te leren met elkaar. En standaardiseer dat in je proces. Dat is een hele belangrijke. Misschien is dat zo nog wel makkelijker dan gelijk dat in formeel te organiseren, zeg maar. Ja. Zullen we eens kijken naar... Kijk, precies op tijd. Zo, we gaan de keten in, jongens. Goed. Er is werk aan de winkel. Dit is heel leuk om te zien. Het is, En ik vind het eigenlijk heel mooi om te zien hoeveel we gelukkig ook met de keten aan de slag willen gaan. In plaats van alleen maar in onze eigen organisaties willen zitten. Dat ziet er prachtig uit qua ambities in ieder geval. Nou ja, ik vind het wel inderdaad wel opmerkelijk. Want het had prima resultaat kunnen zijn van we blijven gewoon in projecten. Het had gemogen. Maar dat is denk ik afhankelijk van de ambities die je hebt. Hè? Ik bedoel, heel veel kun je gewoon binnen een multidisciplinair projectteam wel gewoon starten. Mm-hmm. Maar waar we eigenlijk een beetje op uitkwamen is dat de organisatievorm die je dus kiest, dat die ofwel de ambities ondersteunt of misschien juist wel kan belemmeren. Ja. De hypothese van de aanwezige is dus matrixorganisatie of IPU en dan met ketenpartners. Prachtig. Dus laat je niet zomaar hoog. We leggen hem heel hoog, want... Maar is er dan ook een bepaalde route die je kan lopen om daar te komen? Is er...
Moet je eerst, we hadden afgesproken eerst, geen onmogelijke vraag te stellen. Nee, maar het is, ja, ik kan me voorstellen, moet je eerst vanuit, moet je eerst proberen de keten in te gaan en kijken of je die patiënt niet kan volgen. Van waar die vandaan komt en waar die naartoe gaat vanuit de settingen waar je zit met je multidisciplinair projectteam. Goeie vraag. Ik denk dat het een verandermanagement vraagstuk is. Want je kan, zoals wij er lokaal in Tontonius mee aan de slag zijn, is van dat we continu kijken van ja, wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor nodig? En op een gegeven moment was die stap naar zorgketen bij ons, dus die matrixorganisatie, was nodig om verder te komen. En dat is een route. Een andere route kan zijn dat er op een gegeven moment voldoende bewijsmateriaal is of een visionaire bestuurder die zegt van wij gaan gewoon het als een IPO organiseren en ik ga mijn mensen meenemen daarin. Ja. Maar wat wel interessant is, hoe is het eigenlijk, hè? Want dit is wat jullie vinden, hè? Dit is wat jullie vinden, hè? Waar sta je, waar ga je naartoe? Belangrijk, om dat gat misschien ook te dichten. Ja. Maar de vraag is, dit is wat jullie nu vinden. We hebben natuurlijk ook eens rondgekeken in Nederland de afgelopen maanden. En hebben een quickscan op jullie losgelaten, zeker op een deel van jullie, maar misschien ook op een deel die er nog niet vanavond aanwezig is. En daarin willen we jullie ook graag meenemen, niet alleen hoe we dat gedaan hebben, maar ook wat het resultaat daarvan is. En ik wil graag Michel het woord geven. Is goed, voordat ik daar aan begin, hebben we nog een Mentimeter daarvoor. Ja, zeker, nog een Mentimeter. Ja, zitten de mensen thuis flink aan het werk. Als een bruggetje. Als een bruggetje, helemaal. Even kijken, twee dingen. Advies dat wij dus hier net, of Paul net liet zien aan de mensen thuis. Dat is dus inmiddels gedeeld in de chat. Dus dat is ook voor de mensen thuis dan in te zien en te lezen. En dat moedigen we van harte aan. Gaat morgen ook bespreken gewoon met de koffiemachine. Digitale koffiemachine, denk ik. Maar met je collega's. Dus dat. Tweede is dat we dus hebben gezien. Ik weet even niet welke camera. Nee, maakt niet uit. het is dat we hebben gezien dat heel veel mensen dus willen opschuiven. Maar waar willen ze dan ook concreet mee aan de slag? En dat is eigenlijk de derde vraag. Volgens mij klikt de regie dan nu weer door. Staat hier nog van, wat is voor jou de belangrijkste doelstelling van waardig gedreven zorg? Maar volgens mij is die gerebrand naar waar associeer jij waardig gedreven zorg mee? En dan zien we inderdaad gelijk al uitkomsten, proms, uitkomstgerichte zorg. Veel uitkomsten nog. Ja, dit verbaast mij helemaal niet. En dat is ook logisch. Daar is ook niks mis mee. Zeker gezien de Nederlandse programma's die we hier op hebben gezet. We zijn echt ook vanuit de overheid over uitkomstgerichte zorg, uitkomstentransparantie, et cetera, te maken. Samen beslissen. Vanaf dit moment word ik dus te blind, blijkt, om dit te kunnen lezen. Maar we zien uitkomsten, patiënt en proms en samen beslissen. Klein beetje kosten, data erin zitten. Oftewel, we weten met z'n allen ontzettend goed dat waardegedreven zorg gaat over outcomes that matter to patients. En dat we ons echt rondom die medische conditie langs de wegen van de patiënt moeten gaan organiseren en kijken naar de resultaten die er werkelijk toe doen. Kort en lange termijn. Zou dit er anders uitzien, denk ik. Ik weet zeker dat dat een kostenverhaal wordt daar namelijk. Ja. Maar goed, en we zeiden het net al een beetje, er is meer aan waardegedreven zorg dan alleen maar uitkomsten meten. En uitkomsten meten is een ongelooflijk goed vehikel. Deze blijft gewoon mooi doorgaan, maar ik denk dat we de uitslagen wel zien. Ja. Uitkomstmeting is een prachtig vehikel om die organisatie en cultuurverandering die value-based healthcare, die waardegedreven zorg in essentie is, te kunnen versnellen. En ook echt met elkaar naar het doel te kunnen kijken, naar die patiënt. Maar daar hoort wat meer bij. En vanuit die gedachte zijn we vanuit de werkgroep gestart met een prachtig initiatief, eigenlijk gedacht vanuit we hebben allerlei uitkomsten die we meten, allerlei vragenlijsten bij onze patiënten neerleggen, et cetera. Maar laten we ook eens een vragenlijst gaan ontwikkelen voor onze aandoeningsgerichte teams. En laten we eens gaan kijken hoe ver zij staan op alle domeinen van waardegedreven zorg. En ik moet toch dus in 1 minuut langs deze lecture gaan. En ik hoop dat die even ook op het scherm gedeeld kan worden voor de mensen die dit anders niet kunnen lezen. Heel fijn. Want de 7 bollen van Porter, jullie kennen er 6. In Nederland hebben we een 7e erbij. En ik ga ze toch even bovenaan beginnen. Organiseer als je waardegedreven wil gaan werken, jezelf in een multidisciplinair team of centrum. Een AGO, welke het ook mogen zijn.
Dat doe je samen met een verbeterteam waar voldoende mensen in zitten vanuit de verschillende disciplines. Zeker niet alleen artsen, maar zeker ook verpleegkundigen. Hopelijk zelfs wat baliepersoneel. Iedereen die bezig is met deze patiëntengroep. Ga dan uitkomsten meten. Volgende bol, doe dat structureel. Ga daar ook samen beslissen opzetten met je patiënten. Oftewel, koppel uitkomsten alsjeblieft terug. En zorg dat jullie leren van elkaar met in een verbetercyclus, zoals we dat noemen. Dat kan op basis van uitkomsten of op basis van resultaten die je gewoon dagelijks meemaakt met elkaar. Naar de volgende bol, ga dan kosten meten. En misschien wel ooit naar value-based payments. Oftewel, hoe kunnen we aan de ene kant naar onze kosten gaan kijken. Op een gegeven moment ook, als we dat voldoende weten, kostendrijvers hebben geanalyseerd, naar vergoedingen kunnen gaan kijken. En waar dat erg uit de pas loopt of niet echt reëel is, of het hindert je in samenwerking bijvoorbeeld met die keten, ga dan alsjeblieft met de zorgverzekeraars aan de slag. Dit zijn trajecten die ingewikkeld zijn en lang duren, maar het is wel een essentiële onderkant van de breuk. Zorg dat je, volgende bol, niet alleen maar in je eigen organisatie dat aan het meten bent en alle informatie bij je houdt. Laten we alsjeblieft zoveel mogelijk volume creëren en van elkaar leren. Dus deel en organiseer je ook in grotere netwerken. Daar zien we een prachtige voorbeelden van in Nederland. Of dat nou binnen Santillon of Improve of binnen de SAS ziekenhuizen of de NFU is. Maar ook op internationaal niveau natuurlijk in je vakgebied. Erg belangrijk om dat te doen en goed met elkaar te delen en te meten. Dus ook natuurlijk om te kunnen benchmarken. Redelijk veel dezelfde sets aan uitkomsten aan te houden. Dus die externe leeromgeving is wel heel belangrijk. Gelukkig is namelijk niet iedereen ziek en laat staan in één medische conditie. Dus we hebben volume nodig en kennis. Dan naar de volgende bol en dat is een essentiële harde voorwaarde, randvoorwaarde bijna. Zorg nou dat die IT en die data onder controle zijn. En daar zitten best wat hobbels. Maar we willen natuurlijk zoveel mogelijk real-time. Hè. Als ik als patiënt nu mijn prom invul, dan wil ik heel graag dat Paul mijn uitslagen meteen kan zien in het consult. Maar ook dat die dashboarding goed is en dat die compleet is. En dat je daar niet alleen op één als één niveau naar kan kijken, wat zeker essentieel is voor samen beslissen, maar ook met elkaar zoveel mogelijk kan benchmarken. Dat kan op uitkomsten van patiënten zijn, kan op klinische data zijn. Soms zijn bepaalde processen informatie ook belangrijk. Dan meer aan de zachte rand, voorwaardelijke kant, moet je toch ook aan die cultuur gaan werken. En dat is best lastig, want hoe verander je een cultuur? En dat is een beetje de paradox. Hè. Zorg nou dat je aan de ene kant transparant met elkaar bent in zo'n AGO. Zo open en eerlijk mogelijk. Misschien je dus ook wel wat kwetsbaar op moet stellen soms. En aan de andere kant echt wel klinisch leiderschap. Hè. Zorg dat jullie verantwoordelijk zijn en voelen voor de uitkomsten en de zorg die je levert. En daar zit dan een laatste bol bij die vrij belangrijk is. Zeker in die transitie die we nu zien op grotere schaal. En de druk daarop. In hoeverre word je nou in de organisatie bestuurlijk voldoende ondersteund? Of dat nou is, zit dat in de strategie? Is waar de gedreven zorg echt in strategie en beleid opgenomen? Of helemaal nog niet? En waar zien we daarin mooie voorbeelden en niet? In het kort, als je aan de slag wil met waardegedreven zorg, zijn die blauwe bollen essentieel. En dat is dus niet alleen maar de uitkomstenbol of het grote trauma van Nederland, de IT-bol. Vanuit die gedachte zijn we aan de slag gegaan met een vragenlijst. En heel erg in het kort, die vragenlijst heeft voor iedere bol 3 items. En die kon je scoren van 1 tot 5. En daarmee hebben we zo direct mooie resultaten van jullie. Want dit hebben we bij 25 teams in heel Nederland uitgezet. Maar dan gaan we toch weer even naar de Mentimeter. Want we zijn interactief bezig. En de vraag is aan jullie nu. Waar denk je, Matthijs? Ja, waar denken jullie dat Nederland staat op alle bollen? Op de 7 domeinen van waardegedreven zorg. Waarbij als je 1 scoort bij multidisciplinair team, als je vindt dat Nederland hele slechte AGO's heeft en het allemaal helemaal niet samenwerkt, dan scoor je daar een 1, dat is heel slecht. En als je vindt dat iedereen die met waardegedreven zorg bezig is, natuurlijk niet de teams die niet bestaan, maar iedereen die vindt dat ze waardegedreven bezig zijn en dat heel goed doen in een multidisciplinair team, dan mag dat naar een 5. Dat hopen we natuurlijk. 1 of 5 op alle elementen. En dit zijn jullie verwachtingen. En misschien is het wel goed om hem even helemaal groot te maken in het kader van, oh, hij verandert heel snel nog. Ja, nou, er hebben op dit moment pas 3 mensen gestemd. Het zijn 7 schuifjes die je moet plaatsen. Dus doordruppeld, kun jij misschien Ik zal wat meer uitleggen over die quickscan. We hebben dus een quickscan waardegedreven zorg genoemd.
In totaal voor 7 domeinen, 3 vragen per domein, dus 21 items. Mensen waren er 5 à 10 minuten maximaal mee bezig. En dat betekent dat we dit bij 25 teams door heel Nederland hebben uitgezet. Daar zaten 150 respondenten bij, dus dat is fijn. 13 SCZ-ziekenhuizen, 6 UMC's, 3 algemene ziekenhuizen en 3 ZBC's. Het mag duidelijk zijn dat we natuurlijk dit bij honderden teams willen neerzetten. Maar we zijn gestart eigenlijk met wat is nou de waardegedreven staat van Nederland. En wat zien we nou? Waar zitten we eigenlijk als je echt gaat kijken naar die verschillende domeinen? En we hebben een van onze teamleden gevraagd om daar, daar wat over te vertellen. En dat is Bas Nijbijvank. Er is een kort interview. Dus neem je tijd vooral om de Mentimeter verder in te vullen. Gaan we zo direct naar de uitslagen kijken. Maar Bas heeft vanuit zijn keten geboortezorg in Zwolle zijn ervaringen met de quickscan aangegeven. Dus we vragen de regie even om te wisselen naar het filmpje. Nou, hoi Bas, heel fijn dat je op deze manier wil bijdragen aan de webcast Teams als hoeksteen van waardegedreven zorg. Ik heb begrepen dat jij de quickscan hebt ingevuld en zou je daar graag een aantal vragen over willen stellen. Maar allereerst Bas, wie ben jij en voor welk team heb je het eigenlijk ingevuld? Ja, dank Matthijs. Ik ben Bas Nijbijvank. Ik ben gynaecoloog, perinatoloog in de Isala in Zwolle. En wij zijn nu 3-4 jaar bezig als team om waardegedreven geboortezorg vorm te geven. En wij, dan heb ik het over ons team, dat is multidisciplinair en transmuraal. Dat wil zeggen dat de eerste lijns verloskundigen betrokken zijn. De tweede lijns verloskundigen, gynaecologen, artsassistenten, kinderartsen, neonatologen. Daar zit de derde lijn betrokken. Dus we zitten met eerste tot en met derde lijn aan tafel. En nou, wat ik zei, we zijn nu een jaar of 3-4 bezig. Rondom de medische aandoening tussen haakjes, zwangerschap en geboorte. Oké, mooi. Goed om te horen. 3 tot 4 jaar al bezig. En, En dan word je benaderd om deel te nemen aan een onderzoek naar een quickscan. Hoe waardegedreven werkt jouw team? Ben wel benieuwd, hoe vond je het om dat in te vullen? In het verlengde daarvan de terugkoppelsessie die daarop volgde. En vooral het gesprek dat op gang bracht. Jullie als leden van dat multidisciplinair team met elkaar. Ja. Ja, eerlijk gezegd dacht ik toen ik de mail kreeg of een telefoontje. Ik weet niet meer precies hoe dat ging. Dacht ik wel, dan heb je de zoveelste evaluatie. En, maar ik heb me ingevuld en anderen uit ons team natuurlijk ook. En dat kostte weinig tijd en het was leuk om te doen, zinvolle vragen. En met name een hele zinvolle terugkoppeling. Goed, dankjewel Bas. Je zegt inderdaad een spiderweb chart. Nou, die staat inmiddels voor. Kun je kort uitleggen wat zie ik? Maar vooral wat zagen jullie als multidisciplinair team? Wat viel op? En wat we zien in deze spiderweb chart is dat we goed scoren op multidisciplinair team en cultuur en verantwoordelijkheid. En dat zijn eigenlijk uitkomsten die we ook direct herkennen als team als geheel. We hebben deze uitkomsten natuurlijk plenair besproken. En dat past ook bij de sfeer die we hebben in ons team. En waar we verder bovengemiddeld scoren is het punt op kosten en vergoeding. Wat? Mij ook opvalt Bas, is dat juist op de IT en datacomponent en op het uitkomsten meten en verbeteren, dat daar ten opzichte van BV Nederland misschien nog wat winst te boeken valt. Ja, daar heb je gelijk in. Dat klopt. Deze uitkomsten, zowel de uitkomsten meten en verbeteren als IT en data, die zijn voor ons geen verrassing dat we daar minder goed op scoren. Dat hadden we dus zelf herkend en we ervaren ook dat op dit moment verbetering behoeft. Net als trouwens andere plekken in Nederland. En een oorzaak van dat we daar problemen mee hebben, kan zijn dat we transmuraal prems en proms meten. En dat is ICT-technisch is dat complex. Bijvoorbeeld eigenaarschap van data. Dus daar begint het denk ik, dat IT en data complex is, omdat we transmuraal meten. En het gevolg daarvan is dat we achterlopen op het meten en interpreteren en sturen op uitkomsten, wat je rechtsboven ziet. Dus die koppeling tussen die twee, die vind ik eigenlijk wel heel logisch. Ja, heel gaaf om te horen.
Ik ben benieuwd, Bas. Zou je de quickscan periodiek willen herhalen? Ja, zeker. En dan spreek ik namens het team. Hè. Dus wat ik eerder al zei, het kost relatief weinig tijd, kost weinig energie. En het geeft hele bruikbare, zinvolle inzichten. En ik denk niet alleen voor ons, maar ook andere centra in Nederland. Hè. Dat je toch op dit soort uitkomsten van je team kan vergelijken met gemiddeld Nederland. Dus ja, zeker. Dus als jullie dat zouden willen faciliteren, graag. We gaan ons best doen. Dankjewel, Bas. En succes met het initiatief verder. Ja, dankjewel. Ondertussen zijn ook de resultaten door inmiddels 48 van jullie ingevuld, dus dat is heel erg leuk. Wat ik zie dat georganiseerd in een multidisciplinair team het hoogste scoort. Nou, misschien ook niet heel gek, hè, gezien het eerste deel van deze webcast. Ik zie dat we redelijk met uitkomsten bezig zijn. Als ik eventjes 3 als soort van neutraal zie, kosten en vergoedingen daar minder. Samenwerken over de keten heen kan ook nog wel iets beter. En dan eigenlijk de componenten data en IT, cultuur en ondersteuning vanuit meer de bestuurlijke lagen van de organisatie. Nou, daar is ook nog wel wat winst te behalen. Is het typisch Nederlandse bescheidenheid of is het Nederlandse zwarte Amsterdamse, zwarte hoed van de Bono? Dat is toch nooit goed genoeg, zeg maar. Gelukkig komen de mensen uit heel het land, dus ik denk niet per se dat het Amsterdamse bescheidenheid is of juist arrogantie. Ik weet niet hoe je het wil zien, maar jongens, verbaas je dit? Vooral die cultuur verbaast mij wel, dat het zo laag wordt, toch relatief laag wordt ingeschat. Ik heb maar echt op 1 of 2, hè? Ja. Ja, op 2,2 denk ik te zien. Ik zou het wel leuk vinden, misschien is dat ook iets voor op de chat van mensen aan kunnen geven van waarom die cultuur zo laag. Zet het op de chat, dan breng ik het in de discussie in. En iedereen, zoals ik het zo zie, denkt ook dat we met elkaar het heel slecht doen op bestuurlijk niveau, qua ondersteuning nog. Eigenlijk lijkt het een beetje hetzelfde te scoren, hè? Die bestuurlijk niveau, cultuur en IT. 2,2, 2,3 en 2,4. Met elkaar vergelijken, het zijn wel allemaal onder de 3. En niet dat 3 nou, maar dat is de mediaan, laat maar even zo zeggen. 5 is een reflectie van ons eerder. Ik kan natuurlijk zeggen, weet je, het geeft wel een beeld van waar we misschien ook mee aftrapten. Ja. Dat we met z'n allen heel erg drukken op van nou, je moet het doen. Ja. Doe het samen en doe het voor de uitkomst. Misschien hebben we ze bang gemaakt. Nee, misschien wel. Maar ik denk zelf en dat ga je denk ik zo meteen ook bespreken. En een beetje aanhakend op jouw verhaal, Paul. Is dat de mate waarin je in staat bent om ook met elkaar samen te werken naar een doel toe, om een bepaalde uitkomst te bereiken, dat je daar meer voor nodig hebt dan alleen maar heel hard roepen tegen elkaar. Die uitkomst is belangrijk en jullie moeten het samen doen. Hè, wat we met je gewend zijn. Ja. Dat is kennelijk niet genoeg. Je moet er meer voor elkaar krijgen om dat ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. En ik denk dat mijn interpretatie van wat ik net zag, hè, dat er nog heel veel ruimte is. Want een lage score kan je zeggen, nou ja, jongens, dat was het dan, laat maar. Maar ik kan natuurlijk ook zeggen, het glas is half vol of misschien wel driekwart vol. Wat kunnen we daar nog mee doen? Ja, misschien is het ook een reflectie van dat we zagen van de groep aanwezigen die zegt van ja, we willen wel echt opschuiven in de organisatievorm. Daar lag best wel een uitdaging als je dat wil gaan realiseren. Misschien zien we dat ook wel hierin terug. Er is echt wel wat te doen. Geeft iemand antwoord waarom we op cultuur zo laag lijken te denken? Nee, het publiek is bescheiden volgens mij. Of zijn allemaal afgehaakt naar deze resultaten. Dat kan natuurlijk ook. Nou, ja, misschien nog een keer een extra uitdaging aan het publiek. Van jongens, daag ons ook uit. Ja. Ja, anders absoluut. Moet ik dat doen. Maar het zijn natuurlijk ook mijn collega's. Ja. Dus op de chat. Stel vooral je vragen. Ons uit te dagen. Stel ook vragen gedurende de presentatie. Dus ik wou nu eigenlijk doorgaan naar Michel. Laat de mensen thuis maak ze niet doof met je papieren. Michel, wellicht dat jij... Tuurlijk. Neem ons mee. Want we hebben dit, zoals we zeiden, bij 25 teams uitgezet in die vragenlijst. En daar is massaal op gereageerd. We hebben even voor jullie begrip dit bij 25 teams, mensen en teams die uiterlijk in 2019 zijn gestart met waardegedreven zorg. En daarbij ook gezegd, jongens, we weten dat je door COVID waarschijnlijk elkaar even een beetje kwijt bent geraakt. Misschien even bepaalde elementen stil zijn blijven liggen. Dus kijk vooral naar hoe stond je erin begin 2020. En
zoveel mogelijk multidisciplinair in laten vullen. Artsen, verpleegkundigen, alle mogelijke disciplines die in die teams zitten. En dan komen we even tot de volgende slide. En die zou ik graag weer even willen delen op grootscherm met jullie. Dit zijn alle resultaten, dus STZ, UMC, ZPC, SAS-ziekenhuizen bij elkaar. En dit zijn de Nederlandse gemiddelden. Maar die zijn dus hoger dan de Menti. Exact. Er is dus hoop. Er is hoop en het gaat beter dan jullie denken. En nou, we hebben eventjes de score 1 tot en met 3 rood gemaakt, zonder dat we te veel waardeoordeel erover willen gooien, maar even omdat we maar eventjes de mediane in. Wat zien we dan? Multidisciplinair team scoren we daarboven, 3,72 zelfs. Uitkomsten meten doen we ook redelijk goed, 3,7. We zijn met z'n allen op kosten en vergoedingen laag aan het scoren. Ja, maar dat ligt natuurlijk niet aan de teams. Dat ligt natuurlijk aan de alle raden van bestuur en aan de organisaties en aan de zorgverzekeraars en aan de overheid. Dat is wel goed. Dat is natuurlijk niet zo. De kosten is natuurlijk gewoon, dat is niet maar, Maarten, wat heb je gehoord van de teams? Maar Maarten, bij de Mentimeter van net zagen we ook dat de meeste mensen waardegedreven zorg dus echt wel associëren met de uitkomsten. Dus heel dus gek is het niet. Zeker niet. Nee, het verbaast ons eigenlijk ook niet als we het zo kijken naar de gemiddelde. Samenwerking delen, dus het benchmarkstuk, ook iets beter dan die drie. IT en data, wat voor vergelijkbaar. Maar dan die cultuur en verantwoordelijkheid, dat is wel grappig. En wat jij net ook zei, Paul, waarom scoort dat nou zo laag? Want mensen blijken ongelooflijk blij met elkaar te zijn in die teams. Hè? Dat is echt wel mooi om te zien wat voor feedback we kregen. En het werd anoniem ingevuld, dus daar zat het er niet in. Misschien, dit is een detailvraag over de methode, zeg maar. En er komt hier een vraag vanuit het publiek. Michel, hoe is de steekproef tot stand gekomen? Nou, we hebben heel duidelijk natuurlijk zitten kijken van wie is er nou uiterlijk in 2019 gestart. Laten we proberen zo goed mogelijk over Nederland en zo goed mogelijk over verschillende ziekenhuiszorgen, soorten of instellingssoorten te verdelen. Voor 25 teams, dus ik ga niet zeggen dit is allemaal helemaal zo geprikt, want we hebben natuurlijk wel zitten kijken van nou, waarvan weten we dat ze bezig zijn, waarvan weten we dat er teams zijn waar minimaal 6 respondenten in zitten, hè? En niet een team met 2 mensen die dat gezellig met z'n tweeën in zitten vullen, maar echt een beetje brede gemiddelde per team te hebben. En uiteindelijk hebben we ook bij iedereen, hè, dus de vragenlijst uitgezet, resultaten terug en de resultaten teruggekoppeld in het team. En die terugkoppelsessies zijn erg interessant geweest, want daar gebeurt ze. Veel, denk ik. Maarten, heb je ook wel duidelijk meegemaakt, toch? Zeker. Kijk, wat je merkt in de teams. Teams zijn waanzinnig enthousiast. En ik denk dat 2 van de randvoorwaarden die daarmee te maken hebben is, het is overzichtelijk. Mm-hmm. En je kan elkaar aanspreken. Je kan met samen naar een doel toe werken. Dus ik denk dat daarom cultuur ook zo hoog scoort. Mm-hmm. Daarmee kan je als team, krijg je gewoon een goed beeld van, hoe je scoort. Ik kan natuurlijk nu ook een klein wervingspraatje houden aan jullie toe. Want misschien zijn jullie ook wel dat pareltje dat we niet hebben meegenomen. Hè? Waardoor het nog hoger, nog beter zou zijn geworden. Het is altijd een soort soft uitnodiging nu voor jullie om in het later stadium ook deze quickscan te doen. Maar ik ben ook erg geïnteresseerd in Michel naar, kunnen we dit ook nog uitsplitsen naar... Zeker. Ja, want onder om daar maar even naar te gaan, als we toch weer even kunnen delen. Heel fijn. Wij zagen dit en hebben natuurlijk met elkaar al die teamgesprekken gehad. De terugkoppeling daarin, dan zie je allerlei dynamiek en verfijning. En toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar, is dit nou een goed of een slecht resultaat? Oftewel, zijn dit natuurlijk de gemiddelde. Dus laten we eens kijken, niet alleen maar, dat doe ik zo direct, naar de verschillende instellingssoorten, maar eerst eens even die spreiding gaan zien. Statistiek. Ja, en ik ga het heel kort houden voor jullie, maar je ziet onderaan, hè, dus van links naar rechts, multidisciplinair team, de uitkomsten, de kosten, samenwerken en delen, IT en data, cultuur en strategie. Alles in blauw scoort dus hoger dan die 3. Alle rode bolletjes zijn de teams die lager dan die 3 scoren. En je ziet ook wel wat voor spreiding daarin zit. Dat het dus echt niet zo is dat iedereen massaal een 3,7 invult bij multidisciplinair team, maar dat er best wel wat verschil in zit. En de grootste verschillen zie je bij samenwerken.
en IT en data. Er zijn een paar fantastische toppers zitten daartussen. Aan de samenwerkkant ook. En ook wel natuurlijk wat teams die vinden dat dat nog helemaal niet goed gaat. Dat creëert uiteindelijk snel zo'n soort gemiddelde rondom die drie, et cetera. Waar we wel heel duidelijk een trend in zien, is die kosten. Daar is echt haast niemand is echt goed bezig met kosten. Gaan we zo direct weer wat dieper op in. Maar misschien nog even herhalen, belangrijk. Het gaat niet om verschillen tussen 3,7 en 3,8. Nee. Het gaat erom dat we hieruit kunnen kijken met elkaar en voor jezelf. Mm-hmm. Wat kan ik hiermee en wat vind ik er nou van om hier beter in te kunnen worden? Precies. Daarom is die spreiding interessant. Sorry dat wil ik misschien ook zeggen. Die spreiding is denk ik heel waardevol. Want als we inzichtelijk kunnen krijgen van waar zit dat dan in, dan heb je ook gesprekstof tussen. Potentieel tussen ziekenhuizen, tussen netwerken, van wat doet de een nou goed? Want jij doet, Paul, jij doet veel onderzoek bij Radboud. Je begeleidt ook veel promovendi daar ook op een waardegedreven zorg. Is dit ook een beeld wat je in die onderzoeken daar veel terugziet? Dat er veel spreiding is. Ja. We hebben nog weinig gekeken naar op dit niveau. Want dit, waar we Michel eigenlijk mee begon, dit is wel een van de eerste keren dat je echt kijkt naar. Hoe zijn die teams, het functioneren van zo'n team? We hebben tot nu toe heel veel gekeken naar wat is nou de spreiding in uitkomsten. En hoe faciliteren we zo'n verbeterd team zelf? Dus dat de arts getriggerd wordt of de verpleegkundige getriggerd wordt. Dus durf ik niet te zeggen, maar ik vind het waardevol. Zeker. Je zou hier op een gegeven moment natuurlijk ook de best practices uit kunnen halen. Hè? De ongelofelijke outlier bij wijze van spreken bij samenwerken. Ik weet niet wie het bovenste bolletje is. Maar dan zou het wel leuk zijn om eens te kijken wat daar nou achter zit. Nou, het interessante is, als je dit dus doorneemt, we kunnen het op nationaal gemiddelde. Het is natuurlijk het allerleukste om het op je eigen teamniveau te zien en dat te gaan vergelijken. Dat gaan we niet met jullie delen, want dat zijn natuurlijk anonieme data voor de team zelf. Maar dat creëert wel de mogelijkheid om met elkaar echt over ambities te hebben. En te kijken van, nou, waar vinden we dat we het goed doen? Waar doen we het beter dan onze vergelijkende partijen en waar minder beter. Want je hebt, want even voordat je doorklikt, snel terug. Oh. Ja, want voor je doorklikt, want je hebt natuurlijk dit teruggekoppeld, hè? Ik ook, maar jij ook, aan de teams die we daarin begeleid hebben. Hoe keken zij hiernaar, naar deze resultaten? Waren zij verrast, verbaasd? Of? Ja, het grappige is dat je vaak ziet dat ze dus dat de eerste insteek, de eerste indruk valt nog wel mee. En dan ga je vergelijken met andere teams. En dan wordt het ineens, ik had eigenlijk gedacht dat we hoger hadden gescoord daarop. Of we doen toch eigenlijk zo slecht nog niet. Dus er is ook veel behoefte toch aan een soort van benchmark blijkbaar. En het grappige is, als je start met zo'n gesprek, waar vinden jullie dat je goed in bezig bent? En er zijn natuurlijk teams die op dit moment in een IT-trauma zitten. Dus bij alles denken, nou, het zal wel heel slecht zijn en we moeten echt aan de bak en het lukt maar niet. En dan zien ze hun data en dan valt het eigenlijk misschien nog wel mee. Als je echt kijkt van, nou, ben je aan het terugkoppelen met een patiënt? Heb je die bij je in het multidisciplinaire team? Weet je al iets over kosten? En op die manier word je natuurlijk ook geprikkeld. Maar merk je dan, wat je nu vertelt, is herkenbaar. Ik denk dat jullie dat thuis ook herkennen, dat dit door gesprekken worden gevoerd. Ja. Maar het enthousiasme om er op deze manier over te spreken, was dat iets ook wat je opviel in die gesprekken? Ja, nou, dat is, nogmaals, dat klinkt alsof we heel erg met elkaar zo blij zijn met die quickscan. Zijn we ook. Nee, maar het viel ons denk ik allemaal erg op dat iedereen die daarmee, die hem ingevuld had en daarna met elkaar erover sprak, misschien zit daar wel de grootste rijkdom. Aan de ene kant even benchmarken, waar staan we nu? Hopelijk over tijd natuurlijk ook dat nog een keer te willen meten. Echt iedereen zei ongeveer, we willen hem graag nog een keer over een jaar of over 6 maanden invullen. Of kunnen we hem nog een keer invullen, maar dan nog voor een nog bredere groep. Want eigenlijk hebben we een heel groot deel van de keten nu er niet bij zitten, die we er wel bij. Dus het creëert het gesprek. Ja. En daar moeten we het over hebben als we het hebben over die onbewust, onbekwaam of onbewust bekwaam. Ja, dat is iets wat ik lokaal in het ziekenhuis wel vaak zie, dat je vanuit management of de mensen die bezig zijn met ondersteuning vanuit waardegedreven zorg gewoon een beeld hebt van waar wil je naartoe en welke elementen wil je daarin adresseren. Ja. Maar dat dan vaak toch nog door de verbeterteams wordt gezien van, ja, wij komen gewoon af en toe bij elkaar om naar uitkomstdata te kijken en op basis daarvan te verbeteren. En op het moment dat je zo'n soort tool hebt, of dan ik, spiegel. Ja, je hebt in ieder geval de juiste onderwerpen, de juiste gespreksonderwerpen met elkaar. Van, oh ja, dit is ook relevant. Oh ja, tuurlijk. Een strategie, beleid, nooit over nagedacht. Maar
Ja, en het is die thermometer die je ervoor inzet, op basis daarvan misschien een verbeterinitiatief zeg maar, gaat hopelijk starten. Als we de mensen thuis mogen geloven, dan gaat iedereen dus ineens naar de keten. Maar ja, dat betekent wel dat je in je multidisciplinair team andere mensen moet zeg maar erbij betrekken. Dat doet natuurlijk iets met de cultuur. Je moet dan uitkomsten over de keten gaan meten. Die moet je via de data en IT moet je die gaan uitwisselen. Nou, dan kan je dus zomaar, als je dat doet, zie je dus heel mooi, je stopt die thermometer er weer in. Oh, we hebben wat mensen hè, van een andere organisatie erbij betrokken. Wat doet dat met onze cultuur? Ja. Maar belangrijk, hè, want ik vind het waanzinnig dat je het zo zegt, hè, want ik denk echt dat het ook zo is. De realiteit echter is dat we ons verschuilen achter, ja, maar financiering. Hè, wie gaat het betalen? Ja. Hoe krijg ik er vergoed? Hoe word ik afgerekend? En dat zijn dan weer precies die beren die we dan zien, waardoor we het niet gaan doen. Hè, dus misschien moeten we in dat aspect misschien een beetje hè, dat onbewust bekwame vasthouden. Hè, dat we gewoon doen omdat we het willen, omdat we onze collega's willen betrekken, omdat we van die patiënt houden. Belangrijk. Mm-hmm. Hè, dat we daarom doen. Maar een mooie discussie. Ik ben eigenlijk wel steeds benieuwder geworden naar wat nou zijn de resultaten per type ziekenhuis? Nou, laten we het erbij trekken even. En daarbij moeten we zeggen nogmaals, er zaten dus 16 STZ-ziekenhuizen in, 6 UMC's, 3 SAS-ziekenhuizen en 3 ZBC's. Dus laten we vooral niet hier allerlei betrouwbaar valide verschillen in gaan zien. Want dat kan gewoon niet met deze volumes. Maar we zien wel duidelijk waar nog wel wat verbeterslagen kunnen zijn. Ik denk dat het vooral verstandig is om een beetje de diepte in te gaan per bol met elkaar, hè, per domein. Ja. En daar is te kijken van wat viel ons nou op en daar eens over te praten. Maar voordat dat zo is, zijn er opmerkingen in de chat die we even moeten adresseren wellicht? Nee, wat dingetjes over microfoons die aanstaan. en daardoor mensen elkaar horen praten. Maar we willen graag natuurlijk de mensen met inhoudelijke opmerkingen en vragen hebben. Dus blijf die vooral stellen. Goed. In het kort, deze hele webcast gaat over, jongens, er is so much more dan alleen outcome meten. En het uitkomsten essentieel, patiënt essentieel. Maar hoe ga je nou zowel de aan ons gerichte organisatie echt goed weten waar je staat, waar je naartoe wil, daar goede gesprekken over hebben. En alle domeinen van waardegedreven zorg om het voor elkaar te krijgen, echt met elkaar adresseren. En ik denk dat we daar met zo'n quickscan een eerste stap in hebben gemaakt. Het is ook erg leuk om te zien hoe enthousiast er wordt gereageerd en wat dit aanzetten in allerlei ambities die daarvoor misschien nog helemaal niet geformuleerd waren. Maar ik denk dat het mooi is, hè? Even voor de luisteraars om te snappen, dat wat je gaat doen zometeen, is dat je ook concrete handvaten gaat geven. Dat gaan we proberen. Oké. Okay. Ja. Leg de lat hoog, Maarten. Natuurlijk. Dank je. Nou goed, even zonder dat we dat gaan schermdelen, maar ik denk dat het belangrijk is dat we even per bol kijken van nou wat viel ons nou op. Hè? En dan, dit hoeft niet gedeeld te worden overigens, ik ga het vertellen. Maar in het multidisciplinaire teams, het team is echt goed vertegenwoordigd en de teamleden die omarmen zich hè, en voelen zich echt lid van dat aandoeningsgerichte team. Dat zie je dus ook weer terug in die cultuur. Wat we een beetje lijken te vergeten, dat komt misschien ook wel een beetje door COVID, maar dat regelmatige voortgangsoverleg en verbeteroverleg. Gewoon 1 keer per 8 weken ga bij elkaar zitten en heb, desnoods digitaal, heb het over hoe het nu gaat. Daarmee kan je het hebben over wat weten we al van uitkomstdata of procesdata. Je kan het over die harde kanten hebben. Maar er zijn vast ook dingen in de afgelopen 8 weken gebeurd die je even ter tafel wil brengen, die beter zou moeten kunnen of waar we misschien een goed idee hebben van wie dan ook uit het team. Om te zorgen dat je zorgstandaard wat steviger wordt. Mag ik er iets over vragen? Ja, natuurlijk. Jullie zijn natuurlijk ook zijn er verder op doorgegaan, ook met mensen gesproken. Het kan de suggestie wekken dat je met je hele team elke maand om tafel moet zetten. Maar volgens mij zie je daar juist meer varianten ontstaan, toch? Ja, er zijn meerdere varianten in. En ik denk op het moment dat je een team definieert als alle 300 medewerkers, dan is dat een hele lastige. Maar op het moment dat je zegt, nou, we zijn met z'n 10e, 15e, en er zal echt niet iedere 6 tot 8 weken iedereen kunnen, maar probeer toch wel alle disciplines aan tafel te hebben. Probeer toch ook echt verpleegkundigen, mogelijk baliepersoneel en een patiënt, toch aan te laten sluiten. Want daar zit de rijkdom. Wat we ook, en daar komen we later iets op terug, wat we heel veel hebben gehoord, is we spreken elkaar eigenlijk te weinig. Of het nou gaat over uitkomst of over hoe het gaat operationeel. Om heel snel die PDCA, die verbetercyclus, in te houden. En we raken elkaar een beetje kwijt. Kunnen elkaar op patiëntniveau heel snel vinden. Dus dat is prachtig.
Maar op het moment dat het meer over die organisatie gaat, waar we allemaal wel zoekende zijn natuurlijk, hè, dat zie je ook in die AGO's, daar heb je elkaar heel erg nodig. En hoeveel mensen, mensen elkaar wel niet zeiden, hè, maar dit meten we toch nog helemaal niet. En dan bleek dat iemand anders dat iedere dag aan het doen is bij een patiënt. Of nee, we publiceren helemaal niks, terwijl één iemand inmiddels bij de 17e publicatie zit. Het is dus echt de moeite waard om samen successen te vieren en te bepalen waar je staat. Want dat is een team verantwoordelijkheid en succes. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat het belangrijk is, hè, want we zien natuurlijk in die teamdefinities, hè, blijkt ook uit teams waar we zijn geweest, is dat ook de verpleegkundigen, maar degene die op de poli staan, hè, dat die zijn ook onderdeel van je team. Ja, en team betekent niet dat ik je moet kunnen aanraken elke dag. Nee. Hè, maar ik moet ook in gedachten en in spirit verbonden zijn. Zeker. En daar moet je dus ook aandacht aan besteden met elkaar. Ja. Absoluut, absoluut. Op 1,5 meter vandaag. En heb het ook gewoon over de dingen die goed gaan. Heb het over de dingen die wat beter kunnen. Dat hoeft niet altijd meteen alleen maar op de data te zijn. Want soms duurt het even voordat je data echt voor je neus kan krijgen. Zeker in de IT en alle benchmarking ellende die we soms kunnen meemaken. Heb het ook gewoon over hoe het gisteren ging. En hoeveel mensen er weer niet bij het MDO waren of wel. Dat mag gewoon besproken worden, want je bent samen verantwoordelijk. En blijkbaar is de cultuur er wel voor. Ik heb het idee dat er ook verschillende overlegvormen gaan ontstaan op het moment dat je die stap zet van projectteam naar matrixorganisatie naar IPU. Dus dat als je een projectteam bent, dat het een neiging is om gewoon dit is een definitie van je projectteam vast te houden. Van dit zijn de 10 mensen die erin zitten en die komen af en toe bij elkaar. Ja. Als je opschuift naar andere vormen, dat er andere overlegvormen ook ontstaan. Van je hebt een kernteampje die bij elkaar komt. Je hebt een verbeterd team, maar je hebt ook alle medewerkers die betrokken zijn. Hoe meer je opschuift naar rechts in jouw AGO's, is eigenlijk wat je zegt, hoe meer we gaan ondernemen. En dan komt er automatisch ook een soort van governance structuur, zonder daar jeuk van te willen krijgen. En je gaat dat meer formaliseren op de een of andere manier. Maar er zit ook een softe kant aan. Ik denk dat je naarmate je meer naar rechts schuift, is volgens mij ook de kans groter dat je samen met elkaar op skivakantie gaat of zo. Ja, of barbecued. Maar in ieder geval voortgang bijhoudt en ziet wat de ander doet. En ook dus daardoor wat meer op elkaar kunnen leunen. En, er zit veel rijkdom in die we misschien nog wel wat meer aan kunnen zetten. Dus zie elkaar voldoende. Michel, er was toch een vraag binnengekomen. Maar die ging nog meer eventjes over de vraaglijst in zijn totaliteit. Ja. Namelijk, hè, we hebben de Mentimeter hebben we gewoon van 1 tot 5 gescoord. Eigenlijk heel kwantitatief. Hoe hebben we dat eigenlijk gedaan bij de Quickscan? Was dat ook zo kwantitatief of had 1 een bepaalde beschrijving en 5 ook een beschrijving? We hebben in dit geval voor al die vragen, die mochten allemaal van 1 tot 5 worden gescoord. Dat waren de 21. 3 per domein. Ja. Waarbij het altijd zo was dat 1 laag en 5 heel hoog. En dan wel natuurlijk per domein zaten we wel wat verfijnder daarin. De tooling die we gebruikten, in alle eerlijkheid, gaf niet de mogelijkheid om per 1, 2, 3, 4, 5 een hele beschrijving te maken van wat wij dan voor ons zien als wat kan een 3 zijn, et cetera. Dat maakt het ook lastig om te bepalen, hè, als je het vergelijkt, misschien dat een team in Friesland wel een stuk kritischer op zichzelf is of bescheidener al geheel heeft gescoord dan een team uit de Randstad. Dat zou zomaar kunnen. Dus het gaat natuurlijk om je eigen scoren, ook door de tijd heen. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Wat belangrijk is inderdaad om in het achterhoofd te houden dat het een hulpmiddel is en geen oordeel. Ja. Nee, het is echt een gesprekstarter. Ja. Volgens mij is dat, en dat hebben we heel duidelijk gezien. Uitkomsten dan? Volgende bol. Laatste punt over die MDT's. Haast geen patiënten in de teams erbij. En hoe je het ook doet, of ze nou altijd erbij zitten, of eens in zoveel tijd, of je zorgt dat je voldoende spiegelgesprekken hebt, vergeet ze alsjeblieft niet. Maar dat is dus gewoon een quick win. Ja. Dat dan had heel makkelijk gescoord, hè? Iedereen had een 5 gescoord als ze die patiënten bij hadden betrokken natuurlijk. Ja, we willen jullie niet helemaal verpesten in zoverre dat we per item er helemaal in gaan per vraag. Maar wat we zagen is dat de multidisciplinaire teams hadden veel hoger gescoord als de vraag, was er een patiënt aanwezig? Hè? Is die onderdeel van uw multidisciplinaire team? Die heeft het gemiddelde collectief naar beneden getrokken. Dus we zijn heel blij met onze multidisciplinaire teams. Goed vertegenwoordigd over de specialisme, maar blijkbaar zonder patiënt. Het werd net in de chat gezet. En elk team een patiënt. Ja. Mooi. en laat ze wisselen en zorg dat je op allerlei fronten gewoon zorgt. Je doet dit met elkaar en voor elkaar en voor een patiënt vooral. Goed, dan even die uitkomsten wat je aangaf. Wat zagen we daar? De klinische uitkomsten worden door iedereen gemeten. Heel fijn. Verbeteracties.
lopen ook in ieder team, of dat nou op basis van uitkomsten is of op basis van ervaringen, hè, dagelijks nogmaals. Wat we niet overal zien is dat de prompts gemeten worden of de terugkoppeling aan de patiënten worden gedaan. Dat is niet standaard. Viel een beetje tegen, weet je? Ja. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het lastig is, omdat je voor prompts vaak een andere tool nodig hebt voor IT, of dat dat nog niet echt in het systeem zit. Maar zolang wij die patiënt niet betrekken, dan wordt het toch wel echt heel lastig om te zeggen dat je waardegedreven bezig bent. Ja, het is wel grappig om te zien dat veel teams hebben dashboard. Ja. Ja, dus we doen het wel, maar we gebruiken het niet. Nou, voor een deel komt dat door een referentiekader, hè, van met de afstand die we tegenwoordig moeten bewaren en het online consulten doen. Mm. Is het ook moeilijk om met de patiënt het dashboard te doorlopen. Nee, maar de wil is er wel en de tools zijn er ook. Niet alleen nog een kwestie van doen, denk ik. Niet ja, de tools zijn er niet altijd. Ja, nee, is dat zo? We komen zo bij Bol IT. Oké. Okay. Ja, doen is echt nog best wel veel werk, zeker ten aanzien van die prompts. Je wil dat die vragenlijsten worden uitgezet vanuit je EPD. Dat ja. Iemand is die monitort of die respons rates goed zijn. Je wil dat dat gesignaleerd en besproken wordt in het team. Je wil dat het op het juiste moment naar voren komt op de poli. Maar nu lijkt alsof het extreem lastig is. Terwijl. Het is praktisch. Het is veel werk om het goed in te regelen. En dan heb je het goed ingeregeld en dan komt corona. En dan moet je het ineens allemaal anders gaan inregelen. Misschien degene die de mensen op de afdeling helpt met het invullen. Ja, alle telemonitoring, mensen thuis. Nee, laat duidelijk zijn dat het lastig is nu door COVID dat we met elkaar op allerlei fronten een nieuwe manier en standaard van werken hebben moeten ontwikkelen. En dat ook hier in het gedrang komt. Maar het viel ons aan deze tafel in ieder geval op dat prompts in de meeste teams vaak wel worden gemeten. Natuurlijk door een paar mensen. Dat daar misschien niet voldoende onderling over gesproken wordt. Dat is weer zo'n communicatieding. Dat is wel een belangrijke, denk ik, om te weten. Maar er zaten inderdaad ook wel een aantal teams bij die gewoon echt nog geen prompts meten. En ook denken, ja, dat moeten we inderdaad op de agenda gaan zetten. En ik blijf het zeggen, als we geen prompts meten, de patiënt niet terugkoppelen hoe wat we zien van hem of haar, dat niet zien als de briefing van het hoe gaat het met u, dat goede gesprek, dan durf ik er geen stempeltje maar waar je even start aan te geven. Nee, maar oké, maar dat is de ene kant. De andere kant, hè, want daar heb jij natuurlijk bij Antonius ook veel ervaring mee, hè, de klinische uitkomsten. Is dat net zo lastig om te doen of is het makkelijker om mee te beginnen? Het is makkelijker om mee te beginnen, denk ik, ja. Al was het maar omdat inmiddels alle ziekenhuizen al meedoen met nationale registraties. Precies. Met de ziekenhuizen waar je al heel veel informatie uit kan halen. En die prompts, dat is nu toch vaak nog op eigen initiatief. Of, er zijn natuurlijk allerhande bedrijfjes die dat ook weer faciliteren. Maar als je het goed wil inbouwen in je EPD, zit er gewoon echt werk in voor je eigen ziekenhuis. Dat is echt wel anders dan die klinische uitkomsten. Ik zie hier in de chat zie ik een beetje een discussie ontstaan over kun je patiënten betrekken zonder prompts? En kun je geen goed gesprek hebben zonder prompts? Hoe zie je? Ik zie jou lachen. Ja, heel erg in het kort. Ik hoop dat iedereen een goed gesprek ook zonder prompts kan hebben met zijn patiënt. En nogmaals, onze gezondheidszorg is heel op een hoog plan en op een hoge standaard. Dus daar maak ik me in die zin niet zo'n zorgen om. Alleen er zit echt rijkdom in het prompts uitzetten en terugkoppelen naar de patiënt. Ook over de tijd samen kijken waar iemand staat, et cetera. Ja, we zitten hier natuurlijk wel, hè, we praten over waardegedreven zorg. Ja. Daar zijn ze toch wel onderdeel van. Essentieel. Ja, goed, dat helpt natuurlijk ook bij. Hè, want een van de dingen die we zagen in de Workcloud, hè, van jouw fantastische Mentimeter-avontuur, is samen beslissen. En samen beslissen is natuurlijk belangrijk. Je moet wel weten wat iemand wil, zeg maar. Toch? Ja. Het is wel een relatief recent inzicht dat we de prompts vooral willen gebruiken voor de individuele patiënten, niet primair voor dat verbeteren op groepsniveau. Dus dat. Ja. Ja. Maar Michel, ik denk dat we nog wel meer uitkomsten hadden dan. Ja, precies. Want iedereen wil natuurlijk op een gegeven moment ook wat anders doen vanavond nog. Dus ik ga door, als dat mag, met kosten en vergoedingen. Even kort wat zagen we. Nou, daar waren we dus met z'n allen eigenlijk heel laag in aan het scoren. Iedereen weet dat kosten een onderdeel van de waardebreuk zijn. Daar is er geen twijfel over. Delen door nul is altijd veel, hè? Sowieso. Maar in 4 van die 25 teams werd er echt actief kosten geanalyseerd. Of dat nou kostendrijvers waren of een volledig pad, werd er echt ingedoken en ingezoomd op die kosten. En dat was
als het niet gebeurde, vaak toch een bewuste keuze. Zijn we nog niet aan toe, doen we later. Als we op kosten beginnen, gaat het uiteindelijk manken. Want we willen echt die patiënt centraal stellen. En misschien dat er dan wat in de smaak of in de beleving van waardegedreven zorg misgaat. Kan ik me heel goed voorstellen. Wat ook vaak gezegd werd, Maarten, toch? Dat is te moeilijk. En dat ligt buiten ons. Daar hebben we geen vat op, geen kennis van. Daar komen we eigenlijk niet zonder externe hulp bij. En dat is wel een hele lastige. Maar dat was ook een van de dingen die ervoor kwam, dat er weinig incentive is om naar te kijken. Want als we al veel erop letten en we besparen veel, dan mogen we het niet houden. Nee. Dan wordt het op de grote hoop gegooid en dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Ja. Maar daar kom je weer op het eerste onderdeel van deze webcast natuurlijk. Hè? Want dan zul je misschien iets in je aandoeningsgerichte organisatievorm moeten doen. Exactly. Nou goed, hier kunnen we het nogmaals heel lang over hebben. Ik zie wel dat we volgens mij nog maar 11 minuten hebben. Dus ik wil heel graag echt even allemaal zo langs. Dan die benchmark, dat samenwerken en delen. Nou, wat zien we daar? Heel veel kwalitatieve kennis wordt heel mooi gedeeld op nationaal, internationaal of binnen ziekenhuisgroepen. Dat is prachtig, er zijn veel publicaties ook. Die kwantitatieve klinische data wordt dus daar heel veel gedeeld. Hè, wat ik al zei, of het nou over Santillon of Improve of over de NFU of de SAS ziekenhuizen gaat. Daar zijn hele goede initiatieven. Patiëntuitkomsten zijn we in die 25 teams in ieder geval niet tegengekomen om echt met elkaar daarin te benchmarken. En er is natuurlijk veel vertraging in benchmarking. Hè? Je kunt heel goed met elkaar besluiten. We willen dit over alle teams door Nederland op dit ziektegebied gaan inzetten. Moet iedereen wel klaar zijn om zijn data goed uit de systemen te kunnen halen en uit te kunnen draaien. Nou, en wat we ook wel veel zagen is dat de externe successen, wat ik net ook al zei, als iemand enorm veel bezig is en op het podium staat en alle mogelijke best practices vertelt, als je dat niet deelt met je eigen team, dan ben je die groep eigenlijk een beetje aan het kwijtraken. Dus Volgens mij was dat randvoorwaarde 1 voor goed change management, toch? Vier je succes. Zoiets, ja. Ja, precies. Goed, IT en data, heel kort, veel slagen gemaakt afgelopen jaren. Echt, ik denk dat we enorme slagen hebben gemaakt. Wie hebben er nou het meeste last van? Dat het zijn toch de first movers. Die groep die voor ons de wegen hebben moeten, de paden hebben moeten banen. En ik denk dat het bijna, I feel for them. Weet je? Het is echt vervelend als jij in 2013 bent begonnen vol goede moed, totale passie en zoveel energie erin hebt moeten steken. En dat uiteindelijk betekent dat je nu misschien zelfs wel ingehaald wordt soms. Dat soort voorbeelden zien we wel. Hoe kleiner, en dit is een belangrijke, denk ik, de set en de stuurinformatie, hoe steviger het aandachtsgerichte team daarop kan acteren. Oftewel, probeer echt niet te veel te meten. En als je heel veel meet in het systeem, kijk dan in tijdspannes. Maak er het kwartaal van de klinische uitkomst X of Y of welke patient reported outcomes kunnen we echt erbij pakken. Mensen zijn collectief niet zo tevreden over de data-extracties en de aggregatie en vooral over inzichtelijke dashboards. Ik weet niet hoeveel mensen van IT nu meekijken, maar daar zit echt nog wel heel veel verbetering. Verbeterslagen moeten er zijn. Het goede nieuws, heel kort. Ja, heel goed. Volgens mij staat vanuit de werkgroep datavisualisatie staat er nu een consultatie uit. Kijk. Dus ga daar vooral kijken. Ik denk dat Marloes van achter de schermen daar wel een linkje van kan delen ook. Heel mooi. Oh, wat goed. dan cultuur en verantwoordelijkheid. We voelen ons eigenlijk heel erg lid van het team. En hebben het gevoel dat we zeker op patiëntlevel elkaar goed kunnen vinden. En echt wel bij dat team horen. Dus dat is fantastisch. Het verantwoordelijk gehouden worden of het verantwoordelijk zijn, het voelen en het zijn, dat is weer een ander slagje. Daar zien we nog wel dat er grote verschillen in zitten en ook wel verbeteringen in kan zitten. Heeft natuurlijk te maken met dat organisatorische stuk, dat bestuurlijke stuk. In hoeverre ben je met elkaar, als je gaat kantelen, ook echt samen verantwoordelijk voor een ander specialisme of de resultaten die daarin zitten. En dan de laatste, de bestuurlijke strategie. Best wel wat verschillen, ook voor de verschillende ziekenhuissoorten. Jullie kunnen het lezen waar de verschillen zitten. Als een teamlid in de top zit of heel dicht bij in de stuurgroep zit, dan krijg je veel voor elkaar. We zien ook dat veel besturen die heel veel naar buiten vertellen over waardegedreven zorgen is belangrijk. Dan is dat gelukkig ook echt zo intern. Hè? Dan voel je ook dat dat echt wordt als ondersteuning wordt ervaren.
Dit domein, dat is weer een ander ding, wordt wel vaak overgeslagen. Niet omdat de vragen zo moeilijk waren, maar omdat ze simpelweg niet weten hoe het bestuur erin staat. Ik denk dat daar, als we het over communicatie hebben, ook nog wel een slag te maken is. Nee is ook een antwoord, maar communiceer het. Is dat dan onbekend, denk je, of is het gewoon, bestaat het niet? Om even heel negatief te denken. Allebei een beetje. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat in de lijn van de gemiddelde organisatie, als je aan een werknemer vraagt wat is het plan van mijn organisatie, wat is de strategie, wat is het doel, dat ze dat niet weten. Nee. Dat ze vooral bezig zijn met hun eigen doelstellingen. Datgene wat de manager van zich vraagt of hoe ze zelf gemotiveerd staan in hun eigen job. Maar dat daar wel een enorme kans ligt om te zorgen dat iedereen in de organisatie begrijpt waar we het nou eigenlijk voor doen. Dat is de vraag, hè? Want ik vind het belangrijker dat een willekeurig verpleegkundige of medisch specialist in zo'n team weet van wat willen wij bereiken als het gaat om, weet ik veel, borstkanker. Van wat willen wij bereiken voor de borstkankerpatiënten? Weten wij hoe wij scoren, wat onze verbeteracties zijn, wat mijn rol erin is? Super veel belangrijker dan, ja, wat is de overall strategie van het ziekenhuis om verder te komen met waardig leven zorg? Ik denk dat dat voor die leiders belangrijk is, maar voor de gemiddelde zorgprofessional in het team misschien veel minder. Ja, ik ben het denk ik niet met je eens, want ik denk dat dat namelijk wel heel belangrijk is. Als je je eigen kaders wil schetsen, van waar doe ik het nou eigenlijk voor, is ja, je passie volgen, van je dagelijkse werk heel erg goed doen. Mm-hmm. Voor je patiënten zorgen, voor je collega's zorgen. Maar het grotere plaatje waar je naartoe wil, hè, hoe je acties daarin passen, is denk ik extreem belangrijk. Maar dat denk ik voor een andere werkgroep in een ander moment heel belangrijk. Misschien wil je daar dan ook voor solliciteren. Ik ben wel benieuwd of mensen in de chat daar iets van vinden. Ons bestuur de sollicitatiegesprekken laten doen. Ja. Ik ben het met je eens. Top guided bottom-up designs. Ja. Hier heeft Richard Boehmer, onze bekende Harvard-man, het ook veel over. Ja. Het is essentieel dat een bestuur, als je voor waardig levenszorg wil gaan in een organisatie, dat je die ondersteuning goed uitdraagt en natuurlijk ook waarmaakt. En op het moment dat onduidelijk is, zie daar dan een uitdaging. Ja, ik heb nog even een huishoudelijke mededeling, want ik zie nog een heel aantal vragen in de chat. Ja. Ik denk niet dat we tijd hebben om die allemaal maar doe er even twee. om die allemaal te bespreken, maar misschien is het wel goed om te zeggen dat we de vragen in ieder geval nog eventjes met de mensen thuis ook gaan opvolgen. Ook diegene die... Ah, nee, super. Heel goed, heel goed. Maar doe even een vraag nog dan. dit is een vraag die een beetje... prikkelende vraag graag. Prikkelende vraag. Oké, die hebben we hier. Eens even kijken. Hoe kunnen lean, waardegedreven zorg en juiste zorg op de juiste plek programma's elkaar versterken? Ja, jij vroeg om een prikkelende vraag. Het raakt allemaal aan waardecreatie, andere organisatievormen, procesaanpassingen. Ja. Ga zo maar door, multidisciplinaire samenwerking. Ik denk zelfs dat ik weet van wie die vraag komt. niet zeggen. Maar beantwoord hem dan. Nou ja, ik denk de discussie over het versterken van tussen lean en waardegedreven zorg. Daar hebben we in het Antonius in ieder geval heel veel discussie over gehad. En we zien waardegedreven zorg heel sterk die visie brengen van waar willen we naartoe. En het denken over multidisciplinair definiëren van waarde. Mm. En lean is heel goed in het verbeteren. En de verbetermethodiek en het denken rondom flow, optimalisatie van flow, wat ik denk super waardevol om in te brengen in een IPU of in een team. Ja. En zoals wij nu, als ik mag afmaken, het aankijken tegen juist zorg, juist plaats, juist kosten, is dat die programma's waardegedreven zorg en juist zorg, juist plaats, juist kosten, dat overlapt heel sterk. En ik denk dat uiteindelijk waardegedreven zorg en aandoeningsgerichte organisatie een structuur brengt waar langs je juiste zorg, juiste plaats, juiste kosten initiatieven kan organiseren. Ja. Dus dat past super mooi op elkaar. Ik noem het juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment. De kosten komen daarna wel. Kern is wel, deze programma's hebben elkaar allemaal enorm nodig. En zijn al links en rechts altijd tools van elkaar. Ja, maar we snappen natuurlijk wel, dat zijn natuurlijk allemaal naampjes voor methodiekjes. Zeker. En uiteindelijk zit de kracht natuurlijk in jezelf. Hè, dat je je eigen energie moet bundelen om te zorgen dat je voor je patiënt en voor elkaar zo goed mogelijk kan zorgen. Goed organiseren met de keten. Precies. Voor patiënten. Dat is de juiste zorg op de juiste plaats. Daar hebben we lean voor nodig om het zo soepel mogelijk in te richten. En ondertussen kijken we naar constant naar onze uitkomsten om daarop te blijven verbeteren. Maar...
Ik dacht al een afsluiting. Ja. Nee, ik heb nog een slide en we hebben nog een Mentimeter. Ja, we hebben nog twee dingen. Kom, wat is dan eigenlijk het grote inzicht? Of niet het grote inzicht, tromgeroffel. Wat is nou het ding waarvan je denkt van ja, dat was de conclusie die we eigenlijk konden trekken? Even heel kort. Een conclusie. Dank je. Teams zijn sterker dan organisaties. We hebben organisaties nodig, maar teams zijn sterkst. Hou elkaar dus alsjeblieft vast. Betrek patiënten. Ook wanneer. Ik wil de slide even tonen. Ja, misschien wel een goede. Ook, dus echt even belangrijk. Betrek alsjeblieft patiënten. Zoveel mogelijk. Ook wanneer je dashboarding achterblijft. Gewoon met elkaar praten zonder naar getallen kijken. Is ook heel waardevol. Blijf afspreken met je team. Minimaal 1 uur per 8 weken. Het is heel hard en staccato om het zo te zeggen. Maar mensen raken elkaar heel snel kwijt in de dagelijkse rompslomp. Bouw inzicht over kosten. Toch de moeite waard. En doe dat dan op zijn minst op kostendrijvers. En op het moment dat een team beter begrijpt waar het wel of niet eventueel goedkoper kan of handiger kan, wordt enorm veel gewonnen. En dat betekent ook vaak veel meer efficiëntie voor de patiënt. Verbind nou op kennis. Op het moment dat je een team opstart jaren geleden en het nooit meer hebt over de theorie of nooit meer hebt over al die 7 bollen van deze management summary van waardegedreven zorg, dan raak je elkaar ook een beetje kwijt. Dus zorg dat je die ambities ook gaat bespreken. En doe dat alsjeblieft in minimaal 1 keer per jaar. Waar staan we? Wat zijn onze plannen? En hou elkaar vast, want het is ook leuk. Hou elkaar vast. Belangrijk, hou je ambitie vast. Ja. Maar Matthijs, ja. Jij gaat nog 1 keer je ding doen. Ik ga nog 1 keer, ik ga niet 1 keer, maar 2 keer mijn ding doen. Dan wil ik vragen aan de regie om even weer door te klikken in de Mentimeter. Ja, daar hebben we hem weer. Want we zijn heel erg benieuwd waar gaan de mensen thuis mee aan de slag in 2022. En terwijl zij dat dan invullen, kunnen wij... En daarna wil ik ook nog vragen om ook nog heel even te blijven zitten, ook al gaan we richting de reservetijd, om straks ook nog even 3 evaluatievragen in te vullen. Maar die komt eraan. Waar wil jij in 2022, volgend jaar, mee aan de slag? Paul, waar wil jij mee aan de slag volgend jaar? Wij gaan het initiatief van de zorgketens waar we mee bezig zijn, gaan we verbreden. Dus er gaan nieuwe zorgketens gestart worden, dus die matrixorganisatie. We gaan de kosten inzichtelijk maken. En wat echt wel nieuw is, is dat we steeds meer afstappen van waardegedreven zorg als programma naar iets wat van het hele management is. Dus het is alle managers gaan ermee aan de slag. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Mooi. Uiteraard met de nodige reserves in COVID-tijd, maar... Ja, heel goed. Dus je gaat nu naar die meer organisatorische slag. Ja. Prachtig. Maar ik vind het wel leuk als ik zie hoe die Mentimeter zich aan het vormen is. En ik ben dan even jouw ogen hier, Michel. Ik zie 2 dingen naar voren komen, keten en prompt. En dat is natuurlijk interessant, hè? Want de vorige keer gaven jullie aan dat jullie allemaal in de keten geïntegreerd willen werken of op zijn minst de matrix willen werken. En het lijkt erop dat jullie dat natuurlijk nu willen over de as van de patiënt. Nou, dat is denk ik een hele goede keuze. Is prachtig. Over de as van de kosten. Dat is natuurlijk ook heel interessant. Nou, dat is wel een mooie uitdaging, denk ik. Doe het toch eens. Ik eerlijk gezegd, uitkomsten gedeeld door kosten. En kosten kan je opsplitsen in euro's. Maar ook in de energie van iedereen. En we werken met z'n allen keihard. Laat het alsjeblieft gebruik. Ook de kracht van de groep en probeer je capaciteit goed met elkaar te verdelen. En daar zit de juiste zorg op de juiste plaats ook in. En daar zit ook uiteindelijk een kostencomponent, want misschien kan iets wel... Waar ik ook heel blij mee van word, want dat werd niet zo groot omdat iedereen het net weer anders opschrijft. Ja. Maar is een heleboel mensen schrijven dat ze met patiëntparticipatie aan de slag gaan. Dus goed. Dat juichen we heel erg toe. Wat fijn. Ik kan nog heel even teruggrijpen op het kosten. En dan voor de mensen die ermee aan de slag willen, volgend jaar op 30 september, dus dat is in het verleden, hebben we een webcast gehad over kosten. Waardegedreven zorg met uitkomsten en kosten. Dus kijk die dan ook vooral terug. En er is ook een advies uitgebracht door de werkgroep kosten hoe je daarmee aan de slag kan gaan. Dus doe je er voordeel mee. Mooi, fantastisch. Nou, dat is denk ik heel mooi. Ik denk dat daarnaast, wat ook heel mooi kan zijn voor jullie, is dat deze quickscan hebben we nu bij 25 teams gedaan. Natuurlijk willen we dat bij 200 teams doen, zo niet meer. Dus we willen graag jullie ook uitnodigen om in ieder geval contact te zoeken met ons. Zodat wij jullie ook kunnen includeren in deze mooie activiteit. Fantastisch. Denk ik. Ik hoop, en ik vind het jammer dat ik moet afronden, want zoals jullie al merken,
Kunnen we hier heel lang met elkaar over praten. En hebben we ook allemaal wel onze eigen ervaring en mening. Net zoals jullie die hebben. En ik wil jullie danken voor het feit dat jullie die in de chat kritisch en niet kritisch hebben gedeeld met ons. Maar ook in de Mentimeter online. Twee dingen die ik moest zeggen van Matthijs. A, maandag staat hij online op YouTube-kanaal. Dus daar kunnen jullie deze hele uitzending nalezen. Tegelijkertijd kunnen we natuurlijk ook de resultaten en de presentaties met jullie delen. En met name ook aandoeningsgerichte organisatie, uitdraai, pamflet, flyer, rapport. Ja, ze heeft helemaal vele namen. White paper, ja. Lekker belangrijk. Dus dat is dat. Ja. Rest mij nog jullie allemaal te bedanken. Ik wil ook de techniek even hartelijk bedanken voor weer een bijna foutloze, zo niet foutloze sessie. Ik wil ook nog even graag bedanken, nogmaals, niet bij naam en toenaam, maar jullie weten wie jullie zijn. De werkgroepleden van de aandoeningsgerichte organisatie vanuit het Linien-initiatief. Ik denk dat jullie er onbezoldigd heel erg veel tijd in hebben gestoken om vele malen met elkaar te spreken en dit voor elkaar te krijgen. Ik denk ook dat ik alle teams die hebben meegedaan aan het initiatief van harte wil bedanken, niet alleen voor het invullen, het kijken naar het meedoen, wie er allemaal mee wilde doen, maar ook de tijd nemen in jullie hele drukke schema om de feedback sessie te doen en ons te verrijken met jullie inzichten en mee te nemen in jullie enthousiasme. Rest mij verder jullie veel veiligheid, gezondheid en doorzettingskracht in deze tijden te wensen. Zeker. En ik kijk uit naar jullie volgende participatie in de mooie initiatieven van het Linien-initiatief. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel.